van meedoen in je buurt, blijf je gezond. Daarom ondersteunen wij basketbalcommunities in de buurt, waar jongeren van elkaar leren en hun talenten ontwikkelen. Zorg en zekerheid. De zorgverzekeraar uit de buurt, voor de buurt. Zijn zorg en zekerheid. Al bijna 200 jaar zijn wij de regionale zorgverzekeraar. En doordat we jouw buurt zo goed kennen, krijgen we meer voor jou gedaan. Zoals succesvolle wachtlijstbemiddeling, waardoor je gemiddeld 2 maanden eerder terecht kunt bij een specialist. Of meer bewegingsvrijheid en sneller weer op de been via een app waarmee je werkt aan je herstel. En het zorgprogramma Orthopedie, waarin huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten uit jouw buurt samenwerken voor betere zorg. Ook maken we met ziekenhuizen in jouw regio afspraken, zodat er ruimte is voor innovatie. Want wij zijn Zorg en Zekerheid, de zorgverzekeraar uit de buurt, voor de buurt. Topbasketbal in Leiden wordt mede mogelijk gemaakt door Zorg en Zekerheid, Palmeiering Metalen, Auto Lease Team, Buizenpers, Hart voor de Zaak, Nieuw Story, Pieksport,
Sport City en Supersound Leiden. Een hele goede avond, dames en heren. Welkom in onze immer machtig mooie 5 mei hal. En natuurlijk een bijzonder welkom aan onze gasten uit Friesland. Welkom! Vanavond krijgen we wedstrijd 1 van de halve finales van de Nederlandse play-offs van de B-Next. Bent u er nog bij? Zorg en Zekerheid Leiden tegen Aris Leeuwarden. En omdat dat vast een toffe wedstrijd gaat worden, ga ik snel het team van onze gasten aan u voorstellen. Op nummer 2, Shaquille Dorson. Op nummer 3, Thomas van der Gijn. Nummer 4, Jonas van Renen, tevens de captain. Nummer 6, Jason de Rousseau. Nummer 7, Jurian Douwes. Nummer 8, Kristin Paulsson. Nummer 9, Yvan Vinot. Nummer 15, Reinder Bransma. Nummer 21, Tim Hoeve. Nummer 25, Caleb Warner. Nummer 32, Tom Cubank. En nummer 33 is Caron Ross. En de coach van dit schitterende gezelschap is Vincent van Sliedrecht, terzijde gestaan door Klaas Stoppels. Ik heb zojuist gehoord. Dames en heren, we zijn klaar voor het team van Zorg en Zekerheid Leiden. Op nummer 0, David Collins. En daar is hij. Nummer 2, Maarten Bouwknecht. Op nummer 3, Dion Hammond. Daar is hij. Nummer 4, Nezar Kambir. Ja, en nummer 5 is Marijn Verver, stevens de captain. De nummer 9, Stan van den Elzen. Op nummer 10, Roeland Schaftenaar. Nummer 13, Luc van Bree. Nummer 17, Lucas Kruithol. Nummer 21, Erika Svenskus. En nummer 42 is Tommy Rutherford. De coach van dit schitterende team is Doug Spradley, terzijde gestaan door Jan Stalman en Martin Houwaard. Dames en heren, een applaus voor Zorg en Zekerheid Leiden. En dan rest niets mij dan u een hele fijne basketbalavond toe te wensen. In de tussentijd heb ik ook vernomen dat niet nummer 4 de captain is, maar nummer 21, Tim Hoeve. Even excuses voor dit misverstand. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, goedenavond vanuit de 5 mei al. Voor de eerste wedstrijd tussen Zorg en Zekerheid Leiden, Aris Leeuwarden in de halve finale van de play-offs.
Ares Leeuwen natuurlijk toch wel redelijk verrassend dat ze hier staan. Schakelde Landstede Hammers uit door twee keer in een uitwedstrijd 101 punten erin te peren. En daardoor die wedstrijd ook gewoon te winnen. En in eigen hal konden ze het na de eerste wedstrijd niet afmaken. Daar verloren ze uiteindelijk in de slotfase van Landstede. Maar twee dagen later was het gewoon op een gegeven moment zelfs 25 punten verschil. En dan speel je toch wel Landstede Hammers behoorlijk zoek. Dit is de eerste halffinale in Nederland. De andere halffinale gaat tussen Heroes Den Bosch en Donar Groningen. Heroes Den Bosch schoot uit de startblokken en kwam met 16-4 voor. Maar inmiddels staat het 26-26. En er zijn iets meer dan anderhalf minuut bezig in het tweede kwart. We hebben ook nog wedstrijden in België, dat zijn de Belgische play-offs. Oostende gaat het zo direct opnemen met tegen Kangaroos Basket Mechelen. En de andere wedstrijd gaat tussen Telenet Giants Antwerp tegen Hubo Limburg United. Hubo Limburg United raakte Toon Zeisens kwijt. Een gevoelig verlies. En ik moet even checken of Maxime de Zeeuw wel kan spelen, want die raakte ook geblesseerd. Die is er ook niet bij. Maar blijkbaar maakt dat ook niks uit. Want Antwerpen staat gewoon met 29-21 achter. En Antwerpen verloor in de Elite Gold geen één wedstrijd. Dus dat zou in België misschien nog een klein stuntje gaan worden. We houden ons natuurlijk voornamelijk bezig met Leiden. En we zullen ook de wat meer tussenstanden geven van Den Bosch tegen Donar. Daar staat het nu 26-27 en Donar dus een voorsprong. Want dat is ook een spannende serie. En dit kan ook een spannende serie worden als Ares het eigen spel mag spelen van Leiden. En als Leiden niet hard gaat verdedigen, dan kan het wel eens spannend worden. Hoofdscheidsrechter is Bert van Sloten vanavond. Hij wordt bijgestaan door Maurits Witvliet en Martin Westerhof. Achter de tafel Harry van Loon en evaluator of the referees Edwin Wallaert bevindt zich op de tribune. En op de commentaarpositie bevindt zich Martin Hoekstra. Martin, de voice of Oostgeest. Het is niet de Calverdome, maar wel de 5 mei hal. Nog niet zo heel lang meer natuurlijk, maar dat gaan we naar de zomer allemaal wel zien. Playoff basketbal. Heb je ook teruggedacht aan 10 jaar geleden, die finale toen tegen Ares? Martin, heb je daar van de week toevallig aan gedacht? Ik heb erover geschreven in de preview. Ja, beter nog. En dat was 4-0. Weet jij nog, dat heb je misschien zelfs ook geschreven. Dan val ik meteen door de mand dat ik wellicht niet jouw hele preview heb kunnen lezen. Maar dat was een 10-0 hè, playoff toen voor Zorg en Zekerheid Leiden. Ja, precies. En die eerste wedstrijd tegen Landstede was een hele belangrijke 3 punten van Mike Schachner. Ja. Waardoor Leiden die wedstrijd toch winnend afsloot. Ja, zeker. Ook omdat Witthold Comfey een paar keer een turnover leed. En de serie, het waren geen grote verschillen. Maar meestal puntje of 6 à 10. Maar het was wel 4-0 en dat was de tweede van de 3 series die Leiden ooit tegen Landstede heeft gespeeld. Er is nog een oudere serie. Tegen Ares, ja. Ja, tegen Ares. Sorry. Er was nog een oudere serie. En toen was een soort voorronde pool. Daar won Leiden 2 keer van Ares. En in 2018 was er ook nog een eerste ronde playoff voor Leiden weggelegd tegen Ares Leeuwarden. En Leiden won de beide thuiswedstrijden, maar verloor de uitwedstrijd. Dus dat was de enige wedstrijd die Ares in de playoffs ooit tegen Leiden heeft gewonnen. 2018. Memories. Martin, vandaag de verjaardag van Ronald van Dam. The Voice of Dutch Basketball. 57 jaar jong. Kevin Bleker helaas moeten stoppen met topbasketbal. Mickey Kolhorn uit Den Helder. Niel Matsnitsch uit Weert. En Sam Huurman ook uit Den Helder. Allemaal jarig vandaag. Nou, gefeliciteerd allemaal. We gaan lekker basketballen hier. Ares in het rood. Zij gaan spelen van, moet ik het even goed zeggen, u zit het rechts naar links. Ja. Ares start met de gebruikelijke 5, waar inmiddels in tegenstelling tot het begin van het seizoen die Karen Ross een aardige rol heeft gekregen. Na de 4e wedstrijd voor Ares in 8 dagen. We zijn een week geleden begonnen. En hebben er toen 3 gespeeld en is de 4e. En Dion Hammond, die een leuk interview gaf aan Joris Sandbergen van het Leids Dagblad, scoort. Mooie portret van Dion die hogerop wil. En dat kun je hem niet kwalijk nemen in zijn tweede profjaar. Hij vertelt ook hoe slecht hij zat vorig jaar in Roemenië. En hoeveel beter hier de organisatie ook is in Leiden. Heeft het hier goed naar zijn zin. 3 is goed voor Warner. Ja, voorsprong voor de Friese.
Linkshandig, als ik het goed zag, Martin. Caleb Warner. Ja, dat is een linkshandige. Leuk team bij Aris. Vincent van Sliedrecht kwam ook hoog in het Coach of the Year klassement. Wordt voornamelijk door spelers en coaches gestemd op die awards. Ook een stukje door de media. Maar dat is ook leuk dat je erkenning krijgt dan van de rest van de mensen die ook binnen de lijnen staan. Of langs de lijn als coaches. Dat zijn Spradley ook, die hem won. Dus het zijn eigenlijk twee, wat dat betreft, succesvolle coaches tegen elkaar. Warner weer naar de basket. Fout van Hammond. Eerste fout van de wedstrijd. U ziet die fouten in het geel onder in beeld. Ja, persoonlijk vond ik dat Vincent van Sliedrecht die prijs had kunnen winnen. Want gezien de financiën waarover Aris Leeuwarden beschikt en het spelersmateriaal, heeft hij een hele leuke ploeg neergezet. Eindigde als vierde in de Domestic League. Oké, ze wonnen geen enkele wedstrijd in de Elite Zilver, maar dat nog, inderdaad, nog voor Donar zelfs, hè, in die eerste fase. Ja, Donar was nog op het nippertje bij de eerste vijf. Ja, nou, heel knap hoor, van de Fries inderdaad, die lastige jaren hebben gehad. Maar voorlopig staan ze ook hier weer voor. Ja, kleine legertje Friese fans afgereisd, die deels hier in het rood gekleed op de tribune onder ons. Zodat ze straks ook wel een beeld krijgen aan de andere kant. Hammond. Deze niet. Een goede rebound daar van Rutherford. Collins trekt die twijfel ook tussen een drive en een schot. En werd het een turnover. Goed naar de ring gegaan. En afgemaakt door Ross, over wie Martin het net al had. Inderdaad, goede rol gekregen in dit team inmiddels. Ja, hij kwam natuurlijk wat later bij Aris. Omdat hij voor die Cameron Satterwhite kwam. Ja, terwijl Verver scoort. Ja. En die Ross die scoorde in de geen enkele competitiewedstrijd dubbele cijfers. En in de playoffs tegen Landstede 3 keer dubbele cijfers. Hij heeft duidelijk zijn rol gevonden. Ja. Kwam in het begin ook gewoon van de bank. Ja, deze man, 33. Goeie paas. Paulson, die daar veel ruimte heeft. Hoor. En de tweede fout van Hammond, denk ik. Of Sprommel. Oh, de ene scheidsrechter wil Sprommel fluiten. Ja, dat vindt het publiek niet leuk. Dat vindt Hammond niet leuk. Gaat hij er al uit, Hammond? De man die wel wist te scoren voor Leiden, maar hij heeft evenveel fouten als punten 2 aan beide kanten. En die andere score was dus van de captain die u net naar de basket zag driven, Marijn Ververs. Two shots voor Paulson, de man uit IJsland. Ja, die explodeerde afgelopen zondag met 8 uit 9 driepunters. Nou. En 30 punten in totaal. Deze is goed. IJsland toch, Martin? Heb je het goed onthouden? Ja, IJsland is international. Ja, ja. Ja. Goeie lengte ook. Deze man. Ja, en dan is het Leeuwarden dat natuurlijk veel meer in een wedstrijdflow zit met die 3 wedstrijden. Leiden had er natuurlijk 0 omdat ze de eerste ronde vrij hadden. En dan ben je gewaarschuwd. Aris heeft laten zien dat het on the road kan winnen. Namelijk 2 keer gewonnen in Zwolle. Het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat uiteindelijk de vermoeidheid wel op gaat breken. Terwijl Hammond erin gebleven is en 2 shots gaat krijgen. Nou, die tweede fout was wel erg ongelukkig van Hammond. Dat was toch een beetje een klutsituatie waarin 2 spelers een beetje de bal leken vast te hebben. Maar goed, dat werd dus toch anders beoordeeld. Ja, maar voor mij wilde Westor van de sprongbal geven. En Bert van Sloten overruled hem aan de andere kant. Hier bij de slamcam. En dan is die score van Ververs, diep onder de basket. En terug bij de live actie met Hammond, die kan naar 4 punten gaan. Het publiek is aardig opgekomen, business tribune niet super druk hier naast ons, Martin. Een paar gaatjes. Dat is natuurlijk ook door de week. De zogenaamde bruine tribunes zijn echt over 80-85% gevuld. Dat is natuurlijk prima, zondag zal het nog wel een tikkie drukker worden dan om 2 uur wedstrijd 3. Ja, voor degenen die het nog niet weten, de uitwedstrijd aanstaande vrijdag is om 5 uur. Nou ja, het is een ellende, Martin. Eerst dat gedoe met die zaal in Bemmel, wat eigenlijk vrij schandalig was. Dode herdenking, zo'n beetje basketballen. En nu het verhaal inderdaad dat Aris niet 's avonds kan spelen, maar op een vrijdagmiddag moet gaan spelen. En ondertussen gaan ze wel lekker door met scoren. 11 punten tegen in 3 minuten, dat is veel te veel. Dan ga je richting de 140. Dat zal niet gebeuren, maar toch. Hier Hammond in en uit, neemt veel schoten. Het is de enige die we zien. Een klein beetje Ververs, Collins en time-out van Bree nog totaal niet gezien in de aanval. En Rutherford met 1 reboundje.
En Leiden kan geen stops maken. Aris scoorde 2 keer. En hier weer vrij op. Aris scoorde 2 keer boven de 100 in de Zwolle. Dus 1 ding kunnen ze, Martin. Ballen erin gooien. 2 keer 101. En dat is in de wereld van Henk Norell is dat dan een appeltaart. Zoals te horen is op de podcast Block Party. Waarin helaas verkeerde informatie werd gegeven over de 1574 hal. Dat werd beweerd door Luc van Burg notabene. Dat die hal kleiner zou zijn dan de huidige. Dat is niet waar. En hij heet ook niet de Van der Luit hal. Dat is wel de zaal boven. Maar het hele complex heet gewoon de 1574 hal. En over onze vriend Aad van der Luit wil ik het verder in het kader van basketbal niet te veel hebben. Hier eerste vrijworp goed voor niet zijn specialiteit. Maar wel 2 keer raak. Ook hij zit in de flow. Shaq. Ik heb hem tegen Aris of tegen Lanser er bijna geen vrijworpen zien missen. Nee, wel eens een keer 1-2. Maar het was niet super slecht. Ik heb die wedstrijd ook kunnen zien. Hier Van der Elzen is er ingekomen. Voor Hammond. Die dus 2 fouten had. Afgefloten. En een aanvallende fout. Het publiek begint nu een beetje wakker te worden, begint wat te morren. Voor Collins, die op de bonden gaat. Fouten zijn wel in het voordeel van Leiden. 4 tegen 1 zitten dus al in de penalty. Ja, je mag je afvragen of Leiden misschien er iets te makkelijk over denkt. Van nou geen Landsteden, altijd prettig. Aris, dat hebben we toch 4 keer van gewonnen dit jaar. Dat moet nu ook kunnen. Maar ja, die moeten wel gewoon vanaf het begin inzitten. Want Aris was wel een ploeg die scherp is. En gewoon ook makkelijk aan het scoren was. Ja, als zeker, je ze zeker in het spel laat komen, dan zijn ze levensgevaarlijk. Je kan het, en dat is alleen maar als compliment bedoeld, een enigszins opportunistische ploeg noemen. Aris, weinig druk, spelen gewoon fris. Misschien, ik wil niet zeggen de nadruk op de aanval, want er wordt ook hard verdedigd. Maar Martin zei het al inderdaad, ze kunnen uit verschillende posities hot worden. Van Warner weten we dat natuurlijk ook wel. Leuke allround speler die bij Joost ook gespeeld heeft. Hier de onzichtbare van breed tot nu toe. Maar dat geldt voor heel Leiden. Rutherford, kan die wat betekenen? Kan hij de ring aanvallen? Ja, dat is een moeilijke matchup voor hem. Met de lange en atletische Dorsen. Dus ik een beetje kijken op welke posities Leiden een voordeeltje kan halen. In principe altijd wel met Hammond. Die gewoon wel topniveau is in de B-Next League. Maar ja, die zit nu op de bank. En dan moet het weer van het collectief komen bij Leiden. Dat begint met collectief verdedigen. Heel goed gedaan. Die turnover geforceerd door Team Defense. Ross levert hem in. En Collins. Dat ziet er meteen een stuk beter uit. Nog maar min 4. Het publiek nu ook helemaal aangezet. En gaat achter de ploeg staan. Paulson krijgt geen ruimte van Van Bree. Vino met nummer 9 en ingetipt. Ja, dan moet er wel geholpen worden op Rutherford. Want Rutherford helpt natuurlijk op de penetratie die er kwam. En dan is zijn man natuurlijk in principe wel de vrije persoon. En als er dan daar niet op geholpen wordt. Ja. Shaquille Dorsen op 4 punten. Hier Van Bree wordt een goede close-out daar gedaan. Stapt naar binnen. Jammer, lukt niet. Goed die close-out was van Paulson. Oeh, alley-oop of niet? Ja. Niet een dunk, maar wel een alley-oop. En dit is te makkelijk, Martin. Dit is een false break tegenkrijgen terwijl je toch met wat mannetjes terug bent. Het gaat allemaal wat te makkelijk. 17 punten al voor Leeuwarden. They have come to play. In 2013 schakelden ze Den Bosch uit, als ik het goed heb onthouden, in de halve finale. Was toen verrassend. 3-1. Alleen tegen Leiden hadden ze geen kans. Alhoewel die eerste wedstrijd hier in Leiden. Maar ze zijn een fantastische doordunk. Time-out. Leiden staat te slapen. En Dorsen, van wie we al eerder zeiden, een moeilijke matchup voor Leiden. Hij is atletischer dan heel Leiden bij elkaar. Straft het hier keihard af met een fantastische tipdunk. Ja, 9-19. Wat vind je ervan, Martin? Ik vind Leiden bedroevend slecht spelen. Verdedigend is het, geeft het helemaal niet thuis. Het is eigenlijk net wat Landsteden ook niet deed in de serie verdedigen. Je zou verwachten dat Leiden kan verdedigen, maar dat is dus niet zo. Valt er nog een verhaal op te hangen dat Leiden, wat is het, anderhalve week niet gespeeld heeft? Nou, dat vind ik altijd een beetje van die lulkoek. Ooit werd er een keer gezegd van ja, in België was het een keer een seizoen dat de nummer 3 en 4 doorgingen omdat nummer 1 en 2 niet gespeeld hadden. Ik denk, weet je, ja, als jij je trainingen goed organiseert, dan kan je hard genoeg trainen. En je hebt genoeg beelden kunnen zien hoe Aris speelt. En dan zou ik zeggen, je kan juist goed ten ijs komen. Nou, we zien hier 2 aanvallende rebounds achter elkaar van Dorsen. Hier zit nog deze actie tussen.
Maar er was dus een tip in op een gemist schot. En nou, dit was, ja, was wel een aanvallende rebound. Kijk eens, heerlijk inkomen. Totaal geen body on him. En het is een atletische aanvallende rebounder. En dat had uit de scouting report, nou, dat had ik nog wel kunnen opschrijven voor Tommy Rutherford. Hou hem off the glass. Dat is wat hij doet. Rebounden en dan acties maken. Het is niet iemand met een onwijze finesse game. Maar wel ja, gewoon een hele actieve speler. Hij heeft ook niet echt een post-up game of nee, zo. Nee. Maar toch. En zo maakt hij toch alweer 6 punten Shaquille door. En ook door die keurige 2-op-2 vrijworpen. Leiden heeft wel gewisseld met Vance Koes. Die hier ziet hoe Rutherford haakworpje raak gooit. Ja, ik ben voorstander van Rutherford met zijn rechterhand die hoekjes te laten maken. Niet met links. Ondertussen ook Tim Hoeven in de ploeg bij Aris. Lag het balletje leuk rond, maar weer aanvallende fout. Goed daar Paul gestaan door Stan van der Elzen. En ja, ik denk dat we hem ook nog wel even zullen zien vandaag. Natuurlijk Jason Durusso. Ja, ja, die zal ook veel spelen. Hij kwam er nu net in. Oh, daar staat hij al. Ja, u ziet hem hier in beeld. Ja, met zijn kenmerkende loopje nummer 6. Ik noemde hem vanmiddag per ongeluk Jason Duracell. Maar als je ziet hoe lang zijn carrière nu aan het worden is. Met wel een pauze natuurlijk. Dan klopt dat eigenlijk ook wel. Haakworpje. Goed hoor. Ja, tegen Dorsten. Rutherford opnieuw. Ik word meteen weer afgestraft hier. Ja, het publiek van Leiden laat zich horen. Hoeven onder druk gezet. Ja, hij werd goed van zijn rechterhand afgehouden. Oh, grabbelactie. Daar kwam Vino er niet lekker uit. 2 seconden nog. Moet schieten. Is niet goed. Ja, heerlijke aanmoedigingen door het publiek. Moedige adem te verdedigen. Open schot. Is in en uit. Van Elsen net niet. Dan was het dak eraf gegaan. Ik weet niet of dat direct schot was wat je had willen hebben. Maar, want Rutherford is hoort. Die stond er ook wel redelijk vrij. Mismatch hier van Collins. Ja, en dan is het heel makkelijk. Veel te makkelijk. Geen helpside. Nee, nee, sowieso. Waarom, waarom gaat Ververs dubbel teamen en zijn man vrij laten insnijden? Dat is een beetje raar. Ja. Omdat Collins kleiner is dan Dorsen. Maar Dorsen heeft, dat is ook bekend dat hij geen echte post-up game heeft. Waarvoor ga je dat dan dat soort acties dan doen? Nee, precies. Collins. Oeh, ja, het idee was goed, maar onmogelijke paas op Rutherford. Had een soort alley-oop-achtig iets moeten worden hier. Durusso, daar is hij. Mr. Donar in zekere zin. Hoewel er nog wel andere mannen daar nog meer aanspraak op maken. Maar daar is hij groot geworden uit de hoek. Oeh, bijna een airball of helemaal een airball hier. Ververs. En weer Collins die op de grond ligt. Hè? Wat heeft die man aan zijn schoenen dan? Ververs, attack, attack, attack. Ja, balletje los, blijft bij Leiden. Wat ik een beetje opvallend vind, is ik vind dat Collins behoorlijk is teruggevallen. Die begon op een gegeven moment goed te spelen. Maar ik vond hem tegen Antwerpen ook al niet meer zo goed. Slordig, veel balverlies. Het is niet te laid back. Ja, ja, dat zit wel een beetje, ja, lijkt in hem te zitten. Kijk of hier vrij kan komen, Collins. Wordt overgeslagen, maar dan Venskoes in tweede instantie. Veel te naïef omhoog gegaan, dat moet je faken. Werd geblokt daar. Door was het Q-Bank. Ja, denk het wel. 32 die er ook in gekomen is. Dat is een lekkere brede rotatie hoor. Bij Aris, waar Brandsma denk ik nog steeds niet inzetbaar is. Nee, die is geblesseerd. Die zit aan de kant. Hij speelde ook in wedstrijd 3 in Zwolle niet mee. Dus zo goed doorgepaast. Leiden wordt weggespeeld. Oh, en dan een blessure of niet? Nee, gelukkig niet. Maar wel down. Niet voor het eerst is van de Elzen. Is al 3 keer omver gebeukt. En ja, Leiden staat erbij en kijkt ernaar. Bouwknecht er nu wel ingekomen. En die brengt aanvallend altijd wel wat. Maar het probleem zit in de defense vooral. Hoewel 13 punten ook niet florisant is natuurlijk. En afgefloten voor een fout. Dat is denk ik Douwes, nummer 7. Maar ja, 23 punten tegen kan nog net. Maar dan ook maar net. Daar moet het dan wel bij blijven. 13 puntjes maken is natuurlijk duidelijk te weinig. Leiden heeft ook gewoon nog niet zoveel schoten genomen. Speelt traag. Af en toe een balverliesje. Maar door die aanvallende rebounds heeft Aris gewoon wat meer kansen gecreëerd. Dat Antoine tegen Durusso, terwijl hij wel een beetje stond te shuffelen, Collins. Ja. Martin, we hadden het net over Collins. Wat hij heel goed deed was steeds de ring aanvallen. Waardoor hij wel in 1 of 2 instanties iedere keer dan met een omweggetje bij die ring wist te komen. In die wedstrijden dat hij hot was.
Misschien is dat ook nu er wel een beetje uitgescout. Het is niet een super vloeiende speler. Hij kan van alles wat. Hij vindt hem een klein beetje hoekig. Maar ja, het kan zijn dat het er gewoon wel in zit. We zagen hem net al wel een driepunten raak schieten. Heb ik dat goed? Ja. Ja, uit. Dus nu deze bonus ook. Dus eigenlijk twee driepunten. Een ouderwetse en een moderne. 6 punten voor Collins. Dus misschien heeft hij ons gehoord. Maar dat bij de ring komen. Oh, daar ankle breaker op zichzelf van DeRusso. En bal blijft bij Aris Leeuwen. Dat is misschien een beetje glad, suggereert de DeRusso daar. Controleert maar eens even de stroefheid van zijn schoenen ook. We gaan even kijken of die bal wel voor Aris was. Ik weet niet of dat dit reviewable is. Replay system loopt weer mee. Dat is dan een tablet op de jurytafel. Mannen gaan toch even kijken, denk ik. Nou, dat moet je volgens mij met z'n twee doen. Nee, ze gaan niet kijken dus. En de schotklok. Ja, en dat zal er dan mee te maken hebben. Er wordt hier vanaf de tribune geroepen, volgens mij 5. Dan verstond ik het verkeerd. In ieder geval, 17 seconden. Goed, ik weet niet. Stiel van Leiden. Ja, inderdaad. Collins gaat hij dunken. Layup is op 2 punten. Prima. Ja, 8 punten, Martin. Warner heeft er 9. Leiden komt toch aardig terug. Kunnen ze nog een stop maken en dan bijna de laatste aanval spelen. Ja, daar is die Paulson. Dat is wat hij doet. 3 punters met een strak schot erin knallen. Ja, ook hier kan dit had je kunnen scouten. Ik denk dat op zich wel gebeurt. Hij had hier redelijke ruimte. Werd wel enigszins gecontesten die bal. Penskoes had daar een leuke positie, maar doet er niet super veel meer. 8 seconden nog. Alknecht. Ja, oeh, ja, wilde pasen naar Van der Elzen, maar... Ja, Leiden overhaast nu, kwam in de schotklokproblemen. Op de een of andere manier was die klok opeens 20 seconden gedaald. Ja, Venskus kreeg de bal op de vrije worplijn. Ruddervoort zit om te posten inside. In plaats van dat die bal nou inside dumpt. Ruddervoort zit ook tegen een kleinere verdediger. Dan wordt die bal weer naar de kop gespeeld. En dan moet je weer opnieuw beginnen. 5 seconden nog. Hoeven gaat zelf. Nee, probeert het met een alley-oop-achtig idee. Die bal is goed nog... Gehinderd door Collins, dat schot van Q-Bank. Leiden een beetje teruggekomen. Maar ook weer op het eind net niet die stop kunnen maken. Was toch nog een 3-punter van Paulson die ze om de oren kregen. Ja. Martin in een halve minuut. Verbeterpunten voor het tweede kwart zijn. Duidelijk defense en weet wat je moet doen in je verdediging. Weet wie er de tegenstander is. Die moet uitschakelen, that's it. Goed zo, we gaan naar de commercials. Ja, dames en heren, we gaan zo direct aan het tweede kwart beginnen. In Den Bosch is het rust en daar staat het 45-45. Waarbij Den Bosch in het begin met 16-4 voor stond. Maar aan het eind van het eerste kwart nog maar 5 puntjes voor stond. En dat gaat gewoon gelijk op en die gaan een leuke tweede helft beleven daar. Hoge score, Martin. Samen 90 puntjes in een helft. Ja, maar dan kunnen we ook maar komen. Hè. We hebben nu hier 44. Nog een kwart van 44 is het ook wel bijna aan de 90. Ah, snel gerekend. Even nog in België. Ja. Oostende, Kangaroos, Basket, Mechelen. Eerste kwart gespeeld, 24-10. En Antwerp Giants staat 11 punten achter thuis tegen Limburg United, 28-39. Wow. En Limburg United speelt zonder Maxime de Zeeuw en zonder Toon Sijsters.
Hier is de Roeland Schaftenaar voor het eerst vanavond. Die een beetje in en out of the line-up is geweest de laatste weken door wat blessures hier tegen Dorsen. Ja, hoekshot over hem heen is wel duidelijk te kort. Was ook een beetje te ver. Ja. Lukte bij Rutherford twee keer wel wat beter, maar dat was meer in het midden van het veld. Stiel van den Elzen. Inside pass van Roland Schaftenaar. En we krijgen Venskoes naar de vrije boorplein. Een goede defense van den Elzen hier met die stop. Had natuurlijk net al een charge genomen. Nou, Venskoes voor two shots. Eerst is mis. Nou, ook over wegzakken gesproken, Martin. Ook hij heeft de betere fases gekend. Daar hebben we het al een paar weken over. Dus op een gegeven moment dan is dat ook wel klaar. En dan pakt hij de draad wel weer op natuurlijk. Met het begin nog wel een beetje vergelijken met Toubutis of Mikolauskas van afgelopen jaar. Ja, het is een beetje flauw om dat alleen te baseren op de nationaliteit, namelijk de Litouwse. Maar ja, op dat niveau is Venskoes nog niet. Maar ook nog jong. Mikolauskas is inmiddels klaar met zijn seizoen in Duitsland. Middenmoot geëindigd, play-offs niet gehaald. Is de ploeg van Toubutis, waar Verhamming ontslagen wordt. Ja, gedegradeerd. Zijn gedegradeerd? Ja, zijn gedegradeerd. Eén na laatste. De laatste twee degraderen. Ik weet niet of dat ze weer misschien door een donatie te doen. Dat is een systeem voor een plek kunnen kopen daar in de basketbal Bundesliga. Ja, helemaal Jezus. Vrij. En daar is hij dan. Waar is de verdedigende David? Ja, Buikner gaat naar binnen. Moet de Collins of Van den Elzen moet er gewoon terugvallen. De tijdloze basketballer Jason DeRusso met zijn eerste field goal. Foute last bij Leiden nog steeds. Hammond met twee. Verder niemand aan beide kanten met meer dan één. Dit lukt niet over door te nemen. Wel goed getipt door Bouwknecht naar Schaftenaar. Nou, ook Leiden komt nu wat makkelijker aan zijn puntjes wel. En daar zit Van Elzen prima tussen. Kan hij hem afmaken. Oeh, ja, goed gedaan. Hij had er misschien een peetje bij kunnen zitten. Ik zeg niet dat het er een was. Ik had het idee zelfs dat de verdediger die bal nog een heel klein beetje aantikte. Maar niet genoeg. Time-out. Ja, toch Aris een beetje in de problemen gekomen hier begin van het tweede kwart. Wat gaat dat goed bij Leiden? Nou, Leiden geeft nu wel wat meer pressie. Dit was ook bijna weer een turnover. En Leiden zit nu gewoon goed in de paaslijnen. Kunnen fast breaks lopen. En dat is altijd lekker basketballen. Daardoor is het verschil nu nog maar 5 punten. 23-28. Nog eens even die score van Stan van den Elzen. Dat was zijn eerste score, zeg ik dat goed? Even op de scouting kijken. Ja, inderdaad. Staat op 2 puntjes. Ja, maar hij doet wel goede dingen. Volgens mij was het ook zijn tweede steal. Dan had hij ook al 2 assists achter zijn naam staan. Ja. En een verdedigende assist door die charge te pakken. Ja hoor. Viel mij ook op, Martin. Het is wel verdedigend actief, Stan van Elzen. Ja, hier zag je duidelijk dat Collins lopen maken. Ik wil niet zeggen dat hij dan zomaar eventjes de hele wedstrijd Luc van Bree aan de kant gaat houden. Maar we hebben het over meerdere spelers gehad waar het soms dan wat zoeken is naar de rol. Of het zoeken naar weer wat nieuwe vormen. Het geldt eigenlijk ook wel voor Ververs die betere tijden heeft gekend. Zeker aan het begin van het seizoen. Dat geldt ook een beetje voor Van Bree. Ja, die voor hetzelfde geld opeens ook weer een wedstrijd tussen heeft zitten dat hij een puntje op 25 erin gooit. Ja, maar, die zal, Van Bree zal wel weer een keer een fase krijgen dat hij gewoon 3 punten zo breed erin gooit. Zeker, zeker. Ik bedoel, als hij gewoon goed ervoor staat, kan hij dat wel. Ja. Nou, we gaan weer ballen. We zijn weer live op de vloer hier met Palsson. Die wordt bewaakt door Venskoes. Hier de sterke Dorsen. Gaat hij toch zijn repertoire laten zien en scoren tegen Schaftenaar. Ik denk dat als hij zo door blijft spelen, of misschien nu al, dat hij een stapje gaat maken in de B-Next League, Dorsen. Misschien, ik weet niet hoe het met zijn contract zit, maar misschien wel eens verkassen naar bijvoorbeeld een van de top 4 clubs in Nederland. Voor zover Aris dat niet al is. Hier Schaftenaar wil terugbetalen en doet dat. Ja, dat doet toch wel goed hoor. Hij zet gewoon zijn linker schouder er tegenaan. Houdt die bal helemaal van rechts achter zijn oren zo ongeveer. Ja. 4 puntjes. Roeland Schaftenaar. Kan duidelijk meer brengen doordat hij beter hersteld is van zijn blessure dan een aantal weken geleden. Hier Ross. Die we in het begin even gezien hebben. Het hoekje.
En De Russo, ja, nooit de allergrootste schutter geweest. Nee, had fases, hè, dat hij dan als hij hot was, gooide hij de bal in. Ik heb hem nog een keer van zijn eigen vrije worplijn zien scoren. Ja, de Martini Plaza. Het beeld is volgens mij zelfs nog de wereld rondgegaan. Ik geloof op ESPN Sportcenter of iets dergelijks. Het was ook nog maar 2 seconden op de klok of zo. Een gemiste vrije worp van Leiden. En zijn slingerworp van zijn eigen vrije worplijn. Hoppakee. In mijn herinnering nam De Russo eerst 3 stappen. Maar het bleef een fantastische prestatie om over een meter of... wat is het, 25 zo'n beetje die bal erin te kachelen. Oeh, met geen assist op Collins door Schaftenaar. Van Elzen, ja, komt bij de ring. Goeie, ja, goeie dish. Goeie damp af. En Schaftenaar is aan de lopende band aan het scoren. Leiden bijna gelijk gekomen. Publiek kan dat wel waarderen. Oeh, offensive. Yes, Bert van Sloten ziet het en beslist het. Nummer 2, Dorsen. Eerste fout voor Shaquille. Nee, tweede. Ja. Duurde even voor de scouting het in orde had. Nou, hem kan Aris niet echt missen, Dorsen. Zeker niet nu Brandsma niet inzetbaar is. Nee, dus ze met hoe heet het, Q-Bank denk ik een beetje op die positie moeten gaan spelen. Hij staat er nog wel in trouwens, Dorsen. Nou, ja, dan is het geven. Ja, dat lukte misschien net even niet, maar het is natuurlijk wel alle ballen nu op de man die verdedigd wordt, Dorsen. Ja, hij is niet hier in de positie, het is geen man die drives maakt, Schaftenaar. Hier, Bouwknecht, mismatch. 2 seconden. 2 seconden, ja, heel weinig van deze aanval gemaakt door Leiden. Nee, echt, wat Leiden had moeten doen was meteen krachteloos. Die bal in de post moeten geven naar Schaftenaar. Omdat hij misschien dan Dorsen op zijn derde fout kan geven. En in plaats daarvan wordt hij weer naar de kop gepaast, dan gaan we weer oeverloos dribbelen. Een beetje slimmer had Leiden hier moeten zijn. Ja. En misschien ook ietsjes brutaler of agressiever of initiatiefrijker. Maar niettemin Leiden wel goed teruggekomen. Toch behoorlijk achter staan. Oeh, over het Schaftenaar heen. Maar was toch te moeilijk voor Ross. Ook een klein beetje geforceerd. De wedstrijd komt wel lekker op gang. Niet te veel calls. Dan zul je net zien dat er gefloten wordt. Maar... we hebben de afgelopen weken wel wedstrijden gezien waar het wel heel erg kort werd gehouden. Dat valt tot nu toe gelukkig wel mee. Kan gewoon lekker gespeeld worden. Baseline out of bounds voor David Collins. Welknecht komt vrij, krijgt hem niet. Ventikus. Dorsen er dus uit. Dan kan hij buit het niet uit. Schaftenaar een schot van buiten. Ja. Helemaal goed. Ventskoes. Leiden is weer aangesloten. 30-30. Ross gechallenged. Getipt. Ja, goed gedaan. Dan Schaftenaar samen met Collins. Kan Leiden doordrukken. Net even niet. Ja, attack, attack, attack. Dat gebeurt dan niet. Beetje twijfel. Is natuurlijk niet echt ook een point guard. Maar geeft wel een prima paas, Collins. Daar had Schaftenaar een fout gewild van Warner. Komt er niet. Balson aan de andere kant. Veel contact. Ook niet gefloten. Helter Skelter golft op en neer. Lekker om het naar te kijken. Dan denk ik dat er nu wel als enig contact is dat de scheidsrechters het gaan affluiten. Nee, niet. Niet. En dat mag doorgaan. Oh, mooi grondgevecht. Heerlijk hoor. Ja, daar lag Ross denk ik uit. Wat een fase, Martin. En dan is het Schaftenaar die het... helemaal afmaakt. Een man of the match voor Leiden tot nu toe. Staat op 8 punten samen met Collins. Het publiek vindt het prachtig. Drietje. Oeh, iets hard. Rebound. Niet gepakt. Paulson. And one. Count the basket. Die rebound moet voor Leiden zijn. Er staan 2 man van Leiden. Heerlijke fase. Ze nog even die laatste actie erbij pakken van Schaftenaar. Ja, die overigens nu steeds denk, dit is de fout, de end one. Ja, die was natuurlijk eerder. Maar ook mooi om te zien. Dat is dus Paulson, die gaat zijn 8e punt proberen te maken. Kan het dus ook in de paint, deze IJslander. Ja, is goed. En time-out. Ik neem aan voor Leiden. Even kijken. Nee, de vraag is Leeuwarden. Ja, dat snap ik wel. Tweede.
Want Ares stond natuurlijk ruim voor met 30-21 of zo. Een paar minuutjes geleden, begin van het kwart, een minuutje of drie in het kwart geleden, vier, namen ze hem ook al. Maar goed, dat kan soms nodig zijn, je hebt er twee. Dus, ja, en ik, het is nog 4 minuten 40, dus, maar ik denk dat hij niet wil dat het publiek erin komt. Als het publiek erin gaat staan, dan gaat Leiden helemaal los. En dan ja. wil je natuurlijk voorkomen als coach van de tegenstander dat je ploeg daar problemen mee krijgt. Ja, hier die fase waarin Schaftenaar die bal die los was en uiteindelijk een prima hookshot hier. Een mooie inside-outside game. En dit liep allemaal wel lekker. Wat zie je verbeteren bij Zorg en Zekerheid, Martin? Nou, het delen van de bal gaat een stuk beter. En zoeken naar de zwakke punten bij Ares. Ja, die liggen toch duidelijk inside. En als je gedubbeld teamed wordt inside, dan moet er iemand anders vrijstaan. Het hoeft niet per se een snijder te zijn. Het kan ook een kutter zijn van een, of het kan ook een schutter zijn. Wat met Venskes gebeurde. En dan hebben we die lekkere tip assist van Bouwknecht op Schaftenaar. Doe er zo. Ja, wat heeft die Leiden veel pijn gedaan. Ook in de tijden natuurlijk met onder andere Lance Jeter, Jason De Russo. Leiden heeft hem ook pijn gedaan. De Russo was er al bij in 2011 toen Leiden kampioen werd. Dus hij heeft niet alleen maar goede herinneringen aan de 5 mijl. Nee. Ja, een parel voor het Nederlands basketbal. Jason De Russo, uiteindelijk ook een Nederlands paspoort verworven. Nou, hij vond het altijd wel leuk om in de 5 mijl te spelen, want het publiek is lekker enthousiast. En dat vind je als basketballer dat soms ook leuk vinden. Ja, hoor je veel, ook van coaches, ook van tegenstanders, ook van commentatoren, van de televisie. Altijd lekker, hoe bijna stil om in Leiden te spelen. Kijk, daar glijdt hij toch prachtig met een soort pump mid-air. David Collins naar 2 punten staat in de dubbele cijfers als enige tot nu toe. Dus de topscorer met 10 punten leidt op voorsprong. Timeout van Ares heeft dus nog niet geholpen. En dat Leidse publiek kan natuurlijk zomaar weer op de banken. Oh, moeilijke bal. Misschien met een beetje contact erbij. Ja. Hij is nog steeds hot. Dat was die zondag, Martin, in Zwolle. Paulson ook nu alweer op 10 punten. Bouwknecht. Tekort. Ja. Bouwknecht altijd wel lekker als hij zelf wat scores mee pakt. Lukt nog even niet. Staat nog op 0. Ja, het zou fijn zijn als Bouwknecht ging scoren. Want dat heeft hij al een aantal weken niet gedaan. Ook in die wedstrijd tegen Antwerpen was het niet echt... Een scorende Bouwknecht. De laatste wedstrijd dat hij echt een beetje scoorde was toen tegen Oostende. Hier Collins, die dat sterke lichaam goed gebruikt. Tegen Pino volgens mij. Die tenger is. Was het tegen Ros. Tegen Ros, die ook tenger is. Ja, precies. Allemaal tenger. Ja, Collins, nogmaals, heeft wel schot. Maar er zit Van Elzen er weer goed tussen. Oh, jammer. Een loose ball. Oh, hard in het gezicht geraakt, denk ik daar. Onopzettelijk. Door Van de Elzen neem ik aan. Ja, die draaide zich denk ik om. Die pakte een soort stiel en raakte misschien per ongeluk. Maar die vloerde daar. Is dat Paulson? Ja, zeker. Zonder erg, hopelijk. In ieder geval gaat de fout, neem ik aan, naar Van de Elzen. Ares ondertussen de penalty. Het publiek is het er niet mee eens. Nou ja, ik heb het ook niet eerlijk gezegd gezien wat er nou precies gebeurde. Maar ja, goed. Van Elzen die meldt zich maar even bij de scheidsrechter van, dat was een fors contact, maar dit was echt niet de bedoeling. En dat lijkt mij ook. Ik hoop dat de vloer weer voldoende droog is. Het spel gaat in ieder geval door met Warner. Ja, ver van huis is Rutherford. Hij staat op Douwes, man met nummer 7 bij Ares. Jonge speler. Scoren van Warner is goed. Ja. Even... Ongemerkt, Warner nu op 12. Ja, moet even rekening houden als verdediger zijn en dat de man links is. Van Elzen, goede paas. Ja, Martin, ik zie ons hier ook zomaar de 45 halen bij de rust. Terwijl het in Den Bosch weer begonnen is. Daar wordt in het begin van de tweede helft nog niet zoveel gescoord. Gelijke stand nog steeds in de Maaspoort. Olson. Lekkere close game, ook hier in Leiden. Gaat naar de basket en een blokje van Rutherford. En een fout weer tegen Leiden. Nee. Ik denk een beetje een een technische fout. Ik denk Paulson. Dat vermoed ik ook. Hij geeft nummer 8 aan. Dus De man die op het schot denk ik een fout claimde. Maar dat niet helemaal beleefd heeft gedaan blijkbaar.
En Q-Bain komt erin voor Douwes. Douwes had verrassende minuten tegen Landstede in de laatste wedstrijd. Dat hij in de eerste helft vrij snel inkwam. Ja. En vrij snel een aantal vrije worpen kreeg. Ja. Leuk als dat soort jonge Nederlandse spelers ook echt... Ja, we hebben dat bij Leiden gezien, onder andere met Kruithof natuurlijk. Dit seizoen vooral. Vorig jaar al een klein beetje. Ik meen dat Douwes meegekomen was met Vincent van Sliedrecht vanaf Joost United. Het publiek had hier wat commentaar. Ik denk, even kijken waarop. Gaat of staat iets niet goed? Is dat het scorebord? Nou, dat lijkt me klopt. Veel protest. De Spratly begrijpt ook niet. Een aantal fans hier die echt wel kundig zijn naast ons, die zagen het ook anders. In ieder geval lopen we weer. Eén puntje verschil, Leiden nog voor. Naderen de rust. Snel gegaan, weinig vrije worpen. Moeilijke paas, maar wel Rutherford bereikt en afgedunkt. Ja. Spierballen basketbal van Tommy Rutherford, die ook lekker speelde de laatste wedstrijd hier. Bij de ene laatste wedstrijd, doet er niet toe. Speelde in ieder geval aardig in Antwerpen die uitwedstrijd. Het was vooral Hammond die thuis goed speelde. Hier in het hoekje, Warner die net raak mikte. Ja, nu beter verdedigd, maar niet beter gerebound. Gaat hij nog een keer? Ja, goede fake Warner. Weer niet gerebound, of wel met moeite. Weer niet. En slam dunk van Vino. Tot twee keer toe, Martin. Aanvallende iemand van Leeuwarden, terwijl hij nog steeds een puntje voor staat. Wat echt een goede dish naar buiten. Hoe stond op de zijlijn in zijn eigen hal. Hoewel de spelers niet op deze vloer trainen, blijft dat toch zuur. Court awareness even niet in orde bij Collins. En dan komt Kruithof erin voor Collins, die denk ik ook wel moe is. Hij heeft wel veel werk geleverd, veel gescoord dit kwart. Dus nog 1 minuut en een beetje overleven met onder andere Kruithof. Overleg, over. Ja, gekeken op de replay system. De vraag is even waarover. Ging dat dan toch nog over die situatie waar het publiek net op aansloeg? Ik zou altijd graag nu, wat ik nu graag zou horen, is dat een van de scheidsrechters tegen de zaalspeaker vertelt wat hij gaat doen. Ja, dat gebeurt nooit. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de NBA. Daar praten zelfs de scheidsrechters. Die hebben een eigen microfoon waarmee ze tegen het publiek kunnen praten. Ja, dat is mooi, hè? Ik vind het vooral ook heel informatief. Maar goed, we gaan het merken wat hier uit gaat komen. En misschien gaan ze toch kijken of die er wel, wel degelijk uit was. Ik bedoel, volgens mij kan je niet meer een actie van daarvoor gaan terugkijken. Ja, er is iets dan bij het eerstvolgende spuitsignaal. Nou, ik weet het niet precies. Geen scoren. Dus dat ging over die 3 punten van Collins. Stalman begrijpt het niet. Nou, ik zou hier iets meer uitleg willen, maar inderdaad. Dat is wel de gebaren van scheidsrechters zijn wel duidelijk. Ja, het ging over die scoren. Oh, goed. Daar is dan een replay system voor. Een paar jaar geleden was het ook zo in zo'n playoff wedstrijd dat iemand een 3 punten erin schoot. En waarbij je dacht, hij staat op de zijlijn, maar zijn hak stond niet op de zijlijn, was bij Den Bosch. Was heel close, Martin. Ik heb daar zelf toen nog een hele montage van gemaakt met inzoomen en slow motion. Ik ben er nog steeds niet uit of hij echt niet op die zijlijn stond. De naam gaat me misschien nog te binnen schieten. Was een hele goede speler toen van Den Bosch. En dat was een wedstrijd, was volgens mij tegen Zwolle, waarin Zwolle het voor het grijpen had en Den Bosch overtime forceerde met die 3 punten. Als ik het mij allemaal nog goed herinner. Hier Rutherford wordt geblokt door Q-Bank. En dan krijgt Leiden straks nog wel de bal terug. En Aris eigenlijk ook nog wel een keer. Kunnen beter 2-for-1 spelen nu. Of fout, dat verandert de zaak ook. Daar gaat de Venskus op de bon. Leiden heeft fouls to give. En Leeuwarden niet. Nee, dat doet Leiden beter dan Leeuwarden. Want Leeuwarden had de afgelopen wedstrijd, in wedstrijd 2 of zo, kregen ze nog een score in de buzzer tegen. Terwijl ze nog gewoon een fout te geven hadden. En als ze die gewoon hadden, nu maakten ze een fout op een scorende speler notabene. Nou, Vino zet de Aris weer op voorsprong. Nou, gezien het spelbeeld zou je dat
misschien wel verdiend kunnen noemen zelfs nog. Ares gaat ook de bal nog terugkrijgen. Hier Rutherford tegen Paulson. Buffel doet hij goed. Houdt de bal in de ploeg. 8 seconden op de schotklok. Daar had volgens mij wel een handje bij gezeten. Martin Westerhof geeft het ook nog even aan dat het 8 seconden is op de shotklok. Van der Helzen denkt, nou ik schiet er maar meteen. En wordt nog even doorgedunkt door Rutherford. Al had ik ook zoiets van, voor me gaat die bal er ook gewoon zo wel in, maar goed. 5 seconden voor Ross. Gaat hij hetzelfde doen? Leiden valt de gift, dat doet Bouwknecht goed. Leiden heeft nu geen fouten meer te vergeven. Ondertussen qua persoonlijke fouten Dorsen op 2, Durso op 2, Douwens op 2, Paulson op 2 en dan al een hele tijd Collins op 2. En Hammond. Die hebben we al een tijd niet meer gezien. Ja, je hebt hem gelijk. Dan kijk ik overheen. Hammond ook. 4 puntjes, 2 fouten. Shooting guard van Leiden. Het is te laat. Ja, nou, met moeite. Nou, Leiden met voorsprong de rust in. Ja, Leiden wint het tweede kwart. Dat is dan ook niet zo heel moeilijk uit te rekenen, Martin, met hoeveel puntjes? 7. 3, ja, 9. Nee, 25-16 moet het zijn. Ja, de scouts komen nog ietsje plus, achter. Plus 9 in dit kwart. Ja. Ja, wijze woorden voor de tweede helft alvast. Deze lijn doortrekken. Meer hoef ik niet te zeggen. Gewoon goed verdedigen. Aanval zoekt de vrije man. En paast die bal wat meer en dribbel wat minder. Nou mensen, u hoort het. Van Martin Hoekstra. En als Leiden dat dan meeneemt, dan zouden ze op 1-0 kunnen komen. Je moet 3 keer winnen om door te gaan de best of 5 serie. Dus we komen hier sowieso nog terug. Aanstaande zondag, dat zal om 2 uur zijn. Maar ja, er kunnen ook nog 1 of 2 wedstrijden bij komen. En daarna is het de finale. En ook dat zal een best of 5 zijn om het Nederlandse kampioenschap. En dat zal zijn voor of Leiden of Aris tegen de winnaar van Den Bosch Groningen. Martin, kun je daar nog kort iets over zeggen? Ja, er staat er nu 52-51 voor Heroes Den Bosch. Ze zijn... Nadat Den Bosch ruim voor stond en Donar gelijk kwam, zijn ze nu een beetje gelijk op gaan aanspelen. Ik zie de commissioner ook nog bij de bank staan van Leiden. Ik weet niet of dat nog over een aantal van die review situaties ging. Ja, blijkbaar toch wel. Het is nog steeds nodig om daar tekst en uitleg te geven. Nou, wie weet gaan we daar na de wedstrijd nog wat over horen van coach Doug Spratt, die daarin gesprek is met de man in het witte overhemd, Harry van Loon, de commissioner. Wij gaan naar ons pauzeprogramma, Martin. Colaatje drinken en dan zijn we over een minuutje of 10 weer terug. Yep. Wij zijn Zorg en Zekerheid. Al bijna 200 jaar zijn wij de regionale zorgverzekeraar. En doordat we jouw buurt zo goed kennen, krijgen we meer voor jou gedaan. Zoals succesvolle wachtlijstbemiddeling, waardoor je gemiddeld 2 maanden eerder terecht kunt bij een specialist. Of meer bewegingsvrijheid en sneller weer op de been via een app waarmee je werkt aan je herstel. En het zorgprogramma Orthopedie, waarin huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten uit jouw buurt samenwerken voor betere zorg. Ook maken we met ziekenhuizen in jouw regio afspraken, zodat er ruimte is voor innovatie. Want wij zijn Zorg en Zekerheid, de zorgverzekeraar uit de buurt, voor de buurt.
Paul Meijering beschikt over een zaagafdeling met maar liefst 7 zaagmachines van Danobat en Bomer. Deze machines staan klaar om uw opdrachten snel te voorzien van kwaliteitszaagwerk. De zaagmachines zijn zowel geschikt voor enkele stuks als seriezaagwerk. Zaagwerk is mogelijk van materiaal tot en met 1100 mm en inzetbaar voor ronde buizen, hoekprofielen, kokerprofielen en lasfittingen zoals T-stukken. Daarnaast is onder verstek zagen mogelijk tot en met 18 inch. Ons specialisme is het zagen van grote diameters en machinebuizen. De zaagafdeling wordt bevoorraad vanuit het automatische langgoedopslagsysteem van Remmert met 283 locaties. Grote diameters liggen in separate locaties. Alle afmetingen zijn uit voorraad snel leverbaar. Heeft u behoefte aan zaagwerk op maat? Onze specialisten staan voor u klaar en komen graag met u in contact.
dames en heren, jongens en meisjes, we hebben nog 4 minuten tot de rust. Ik kan in ieder geval meedelen dat Donar na 3/4 met 60-55 voor staat in de Maaspoort. Waarbij Godefors momenteel 16 punten heeft. En aan de andere kant Austin Price 13. Daar zullen ongetwijfeld een paar drietjes bij zitten. Nog even over deze wedstrijd. Beide ploegen schieten boven de 50%. Leiden 54,5 en Ares 53,3. Ares heeft wel een 3 punten meer dan Leiden. Ares schiet de 3 punten, dus 3 uit 12. Leiden 2 uit 7. Reboundend heeft Ares er al 17 en Leiden pas 10. Ares heeft 6 aanvallende rebounds. Dat, als coach zou je dat gewoon moeten zeggen, dat is gewoon te veel. Dat kan niet. Assist Leiden wel 13, Ares 7. Turnovers Leiden 7, Ares 11. Steals Leiden 7, Ares 3. Blockshots Ares 2. En dan even de scores bij Ares. Caleb Warner 12. Christian Paulson 10. Shaquille Dorsen 8. Kevan Veno 6. Jason Douso, Jurriaan Douwes en Karon Ros 2 punten. Tom Kubank en Tim Hoeven hebben nog niet kunnen scoren. Aan Leidse zijde David Collins 12 punten. Thomas Rutherford 8. Roland Schaftenaar 8. Venskoes 6. Hemmen 4, Ververs 2, Van den Elzen 2 en Bouwknecht 1. Van den Elzen in de eerste helft 17 minuten. 2 punten, dan zou je denken, nou, dat is niet al te veel, maar 1 verdedigende rebound. Maar dat staan wel tegenover 5 assists en 3 steals. En dat zou me niet verbazen als dat season highs voor Van den Elzen zijn. Die staat goed te spelen, die pakt die minuten van Hemmend. Die pas 3 minuten 13 heeft gespeeld, omdat hij de heel snel 2 fouten opliep. Ja, dat pakt hij goed op. Dus dat is wel weer een voordeel voor de breedte van Leiden. Ja, de tweede helft zal het moeten uitwijzen of dat genoeg is. Of er nog iemand weer bij kan komen. Luc van Bree hebben we nog niet gezien. 0 punten, 0 rebounds. Kruijthoff natuurlijk ook nog wel een steal. Daar heeft hij maar pas 1 minuut 19 gespeeld. Venskoes geen rebounds. Rutherford 2 aanvallende rebounds en 3 assists. Bouwknecht 3 rebounds. Collins 1. Ververs 2. Van den Elzen 1. Schaftenaar 1. Nou ja, zo ballen we door. Efficiency heeft Rutherford met 12 de hoogste. En dan Collins met 11. En aan de andere zijde is het Caleb Warner met 12. Paulson met 11. En Dorsen met 10. Foutenlast is er verder nergens. Leiden heeft Collins en Hemmend op 2 fouten staan. En bij Ares Leeuwarden staan Dorsen, Douso, Douwes, Paulson allemaal ook op 2 fouten. Nog even de Belgische wedstrijden dan. Filou Oostende, Kangroes Basket Mechelen, ruststand 45-39. Frens Blijenberg 14 punten aan de ene kant en aan de andere kant Matthias Palings ook 14. En Telenet Giants, Antwerp, Hugo Limburg United, halverwege het vierde kwart, 52-66. Dus je wint alle wedstrijden in de Elite Gold. En in de eerste playoff wedstrijd ga je gewoon ten onder als het zo blijft. De Sonta Bradford heeft 11 punten voor Antwerpen. Jonas Delalieu 16 voor Limburg United. En Upshaw 14 en Thijs de Ridder 12. Ik kan nog even de topscorers bij Den Bosch, dat heb ik al genoemd. Daar staat het inmiddels 55-62 met nog 9 minuten te gaan. En we gaan hier ook weer basketballen. De bal uit is voor Ares Leeuwarden. Karel Ros heeft de bal op de kop. Wacht een screen van Dorsen af. Daar komt Fino. Voor een missen rebound Hemmend die er ook weer in staat. Die gaat ook een beetje tempo maken. En die gaat ook meteen naar de basket. Krijgt ook meteen een fout mee. Een fout is voor Caleb Warner.
Ja, Martin, we hadden het erover. 7 jaar geleden in de Maalsport. Brandon Curry voor de toen nog SPM Shooters tegen Zwolle. Met die voet wel of niet op de zijlijn. Brandon Curry, fantastische speler. MVP ook volgens mij. Toen nog de Dutch Basketball League, de DBL. Ja, dat was een goeie, ik vond dat een goede speler. Shooting guard van Den Bosch. Score was er voor Hammond, die weer zijn minuten kan maken na die twee snelle fouten. Gaat naar 5, gaat naar 6. Ja, zeker nu. Ja, met 3 minuten 13 gespeeld in de eerste helft. Dus als er iemand uitgerust is, is het Hammond wel. Ja, toch 4 puntjes gemaakt en nu dus 6 in die paar minuutjes. Ross. Altijd lekkere basketbal nummer 33 en een blockshot van volgens mij Ververs. Dat was toch Collins? Ja, ik twijfel al een beetje. Wie er nou echt bij zat. Ververs die hinderde ook goed. Ja, ik denk aan Larry Bird bij nummer 33. Maar veel mensen zullen ook aan Kareem denken natuurlijk. En ze zijn er nog wel een paar geweest. Goede play hier, out of bounds. Uitstekend gespeeld. Terwijl daar Paulson zich lijkt te verstappen. Gaat een beetje terug, hinken pinken. Wel een score voor Aris. Die naderen tot op 1 punt. Hammond, die wil natuurlijk even lekker los. En dat doet hij. Ja. Had snel 4 punten in de eerste helft. Dan heeft hij nu snel 8 in totaal in de tweede. Ja, nu is het nog een kwestie van even gaan verdedigen. Want die score van Aris net was natuurlijk weer veel te makkelijk. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, het is nog niet altijd de play-off intensiteit. Ook qua verdediging en dergelijke die je verwacht. Hoeft niet per se altijd ook je spel te zijn. Zo. Ja, dit is makkelijk voor Dorsten tegen Hammond. Daar zat wel Collins uiteindelijk toch nog goed bij. Jumpball situatie. Ja, bal verleiden. Donar pakt inmiddels een 10 punten voorsprong met nog 7 minuten te spelen daar. Ja, Den Bosch bij stilgevallen terwijl Hammond hand is. Gaat in een mum van tijd van 4 naar 11 punten. 7 punten dus in de anderhalve minuut voor Dion Hammond. En Warner zegt, ik kan ook ballen erin gooien. Dat doe je namelijk zo. Dus had er nog wat contact bij. Oeh, daar goed geprest. Nog even op een Ververs. Loopt goed af. Toch sluipt Leiden weg. Rutherford, oeh, hij was er al half langs. Draait dan terug en krijgt hem niet erin over Dorsen. Die netjes op 8 punten staat. En aanvallende fout daar, onnodig van Leiden. Nee, een goede charge van Leiden. Het is aanvallende fout van Tino. Ja, sorry. Ja. Je hebt helemaal gelijk. Ik zat even terug te denken aan onze vriend Dorsen. Dat hij volgens mij redelijk wat gezeten heeft in de tweede kwart. Maar zo'n grote gast heeft ook zijn rust nodig. Speelde vooral denk ik zijn minuten in het eerste kwart. Of volgens mij zat hij totaal op Martin 11? 11-43. Ja. Dus ook hij zal wel weer redelijk fris moeten zijn. Shaquille Dorsen. Ja, toch alweer 2 teamfouten voor Aris in 2 minuten. Dat zat ze ook enigszins dwars net in het tweede kwart toen Leiden wat aan kon sluiten. Kijk of Leiden kan blijven doordrukken terwijl het 8 punten verschil is met nog 6 minuten te gaan in de Maaspoort. Scheidsrechter time-out. Daar moet even de vloer even bijgespijkerd worden, zie ik. Even zoeken met de camera waar die enorme kier zit, waarschijnlijk. Ja, het staan allemaal van die panelen. Ja, goed gevonden met de camera. Hier is die. Kunnen wij even een stukje replay doen, denk ik. Wel als het mag van de regie, komen ze. Ja, dan moet een enorme beukhamer aan de pas komen. Dat zal wel opgelost worden. Ja, die vloer die ligt er ook al sinds gisteren. Dat is niet altijd zo. Maar als die er dan wat langer ligt, dan is de kans ook wat groter op dat het allemaal een beetje gaat wijken. En het publiek moedigt buiten uw beeld aan hoe er gehamerd wordt. En dat lijkt zich vlot opgelost. Ray Beers, Marco Spetter on the job. Hey, roepen de Leidse fans. Hier zijn ze, de mannen met de hamer live in beeld. Camerawerk van Sander Hekspoor. Die ook eens moeten verhuizen waarschijnlijk voordat die ook daar weg gaat trillen.
Ja. Nou, niet altijd de allerleukste onderbreking, maar... De scheidsrechter is er nog niet helemaal mee eens. Bert van Sloten, de hoofdscheidsrechter, die ziet hier en daar nog wat verbeterpuntjes. En zo blijven we even bezig met die vloer, ja. Er zitten allemaal veren onder die platen wel op hun plaats houden. Maar ja, het is ook niet meer de allernieuwste vloer. Dus die veren die zijn misschien ook een beetje van kijk. Ja, het is gelukt. Je ziet dan meteen dat paneel goed schuiven. Dus de eerste klap was een dalen waard. Dus we kunnen zo weer verder. Even de latjes aan de zijkant. Even de plinten er nog in klikken. En dan kunnen we weer spelen. Nou, is er nog meer? Ja, Bert van Sloten zegt nou we toch bezig zijn. Doen we de overkant ook nog maar even. Doe het hele veld maar even. Ja. Gaat misschien wat ver, maar ja, goed. Deze vloer zal hoogstwaarschijnlijk verdwijnen met de verhuizing in de zomer naar de nieuwe hal. En dan zal er een nieuwe oplegvloer, zoals dat dan heet, komen. Want deze vloer wordt iedere keer opnieuw gelegd. Grote wagens met de platen. En er ligt toch een soort viltenvloer onder. Om dan de vloer die helemaal onderop zit van de vaste vloer niet te beschadigen. Ja hoor, aan de andere kant ook nog even hakken en zagen. En coach Spradley die zal even met Klaas Stoppels bespreken wat ze er allemaal van vinden. Stoppels ook oud-hoofdcoach natuurlijk. Want ook heeft ook een tijdje commentaar gegeven Klaas. Bij basketbal deed hij ook uitstekend. Prettig om naar te luisteren. Kundig. En ja, spelers van Leiden moeten natuurlijk ook een beetje warm zien te blijven. Als zoiets dan al te lang duurt, dan wordt er nog wel eens een paar ballen het veld in gegooid. Om nog even een lay-up line te lopen. Ja, met wijsheid achteraf had dit wellicht in de rust moeten gebeuren. Maar goed, ja, en dan zegt Van Sloten, het is nog steeds niet hoe ik het hebben wil. Ja, je ziet inderdaad daar nog wel het een en ander. En je ziet ook die dingen wel dichtschuiven. Ja, het publiek blijft aanmoedigen. Dat is wel heel knap van ze. Terwijl Hammond denkt, ja, ik moet toch iets verzinnen. Want ik was super hot. 7 punten in 2 minuten. Ik wil lekker warm blijven. Ja, dat heb ik nog niet vaker gezien, Martin, dat het zo radicaal moest worden gefixt. Maar ja, ook weer niet onverstandig van de scheidsrechters. Ook voor de veiligheid en dergelijke. Op een gegeven moment blijf je daar gewoon toch een beetje achterhaken. Zo'n kier. Ja, hier een aantal mannen van de harde kern. En een beetje Michael Jackson, als ik het goed hoor, op de Supersound speakers. Ja, Martin, goed. Ik zeg dat Heroes en Bos teruggekomen is op 61-65 met nog 5 minuten. Oeh. Dus daar kan het ook nog alle kanten op. Ja, 2-possession game in de Maasport. Branch alweer met 12 punten, goede nieuwe aanwinst. Daarbij Donar op het nippertje gehaald en Cadafox op 16. Ja, ze hebben alleen maar nieuwe spelers hier bij die ploeg. Maar natuurlijk toch echt wel de doorbraak dit seizoen. Heel leuk om te zien van Willem Brandwijk. Die al wat langer in de league speelt natuurlijk. Maar een heel goed seizoen draait. Collins. We spelen gelukkig weer. Ja, goed gedaan. Ververs. Ja, goede fake. Ja, nog een goede fake. Om ook Dorsen van zich af te schudden. Lekkere actie van Leiden. Plus 6. Tijd dat Aris weer wat gaat aansluiten, kunnen ze dat. Oeh, man down and one. Terwijl daar, we gingen naar de vlakte Ross. Ja, die kieren kun je toch niet meer de schuld geven, lijkt me zo inmiddels. Maar nu geeft hij eventuele nattigheid de schuld. Nou, dat zou kunnen. In ieder geval de bonus voor Warner. Die staat al op 16 punten, topscorer van de wedstrijd. Ja, die kunnen de serie tegen Landstede niet zoveel van gaan zien. Nee. Dat was vooral VNO, die staat pas op 8. Ja. Het is niet een hele dominante speler Warner, maar wel echt zeer een bruikbare B-next speler. Blijft ook altijd wel spelen. Laat niet gauw het koppeltje hangen. Is rustig. Geconcentreerd. Op de baseline is het Collins die vrijkomt. Kan hij weer met dat sterke lichaam aan de gang? Jazeker. Zelfs tegen Dorsen. Oeh, knap gedaan. Net niet afgewerkt. Had weinig moeite met Vino, maar Dorsen was net te veel voor Collins. Dorsen running the break. Knap ingelegd hoor. Hij was al bijna achter de basket. Weet dan op te scoren. Dit mag eigenlijk niet dat zo'n lange man voorop in de break loopt. Dan moet Rutherford echt toch proberen voor te blijven. Hier is het Ververs met één handje. Lekker voor de captain. Gaat naar 6 punten.
Ja, Hammond was hot. We hebben deze actie was logisch dat hij de bal niet kreeg. Maar de avond hiervoor vond ik wel dat hij die bal had kunnen krijgen. Dorsen die voelt zich goed na die bal. Maar die driepunter was wat overmoedig. Ook geen rebound uiteindelijk. En een mooie bal op van Collins. Hij had graag de end-one gewild. Pas op voor de technische fout. Als je commentaar geeft, zou niet de eerste keer zijn. Er moet getwijfeld worden. En gefloten voor een... Hammond is... Oh, Hammond was down. Oh, daarom werd er afgefloten. Oh, die staat inderdaad daar te hinkelen. En ook Spradley himself erbij. Je was net te vertellen hoe hot hij was met die 7 punten in 2 minuten. Begin tweede helft. Ook de arts van Leiden erbij. Lijkt iets midden van het lichaam te zijn. In de onderbuik. Heeft hij daar een knie of iets dergelijks gekregen? Misschien even aangeslagen. Hopelijk vooral dat. Loopt iets rechter opnieuw naar de bank. Ja, net onder de borst lijkt hij geraakt te zijn. Terug naar de speelvloer strakjes. Hier zijn we met Hoeven. Van Bree ook weer erin. Eens kijken of hij los kan komen. Veel dribbles nu bij Aris. 5 seconden nog. Goede bal, maar niet afgewerkt. Dat was een actie van Vino, de nummer 9. Heren van Bree tegen Shaq. Scoort over hem heen, over Dorsen heen. Eerste score voor Van Bree. Een soort baby Sky. De Sky Luke. Hier is het Warner. Oeh, veel contact. No call. Mooie bal zegt tegen Collins. Balletjes vallen makkelijk aan beide kanten. Ja. Maar ook hier weer Collins of hoe heet het? Warner krijgt alle ruimte voor zijn linkerhand. Daar stond Rutherford te wachten op een entry pass. Die kwam niet. De bal blijft wel bij Zorg en Zekerheid Leiden. Ook van de Elzen. 10 seconden nog. Warner ondertussen op 19 punten. Ververs die ook in een lekkere fase zit. Van Bree uit het hoekje. Moeilijke bal. Bijna raakt niet helemaal. Dorsen met de rebound. Het publiek vraagt om de defense van Leiden backdoor of niet. Nee, net niet. Er is een Ververs er nog bijna bij. Ging er ook. Of ging er in ieder geval onderuit. Ja, twee dweilers. Dat zie ik graag. Zijn goed ingegrepen. Ja. De spelers wel even aan de kant gaan. Nou, dat is in ieder geval een goede aandacht voor vanavond om die vloer droog te houden. In de zeer warme 5 mei hal, zoals u dat waarschijnlijk inmiddels wel weet of zelf ooit heeft meegemaakt. We zitten hier in de nok en dan is het altijd nog een paar graadjes warmer. Warner haalt de trekker niet over, hoeven ook niet. Pick and roll of niet met de Shaq. Nee, niet gepakt. Maar naar buiten. Ja, was maar 1 seconde. Zijkant van het bord. Bal bij Leiden. Oeh, behind the back assist. Gallery play. Collins 2. Ververs. Marijnen loopt ze ook lekker binnen de laatste minuten. Gaat naar 8 punten in korte tijd. Mooie bal van Collins. Die zelf op 14 punten staat. Oeh, een hammerdunk. Man down. Dat was Van Bree. Die krabbelt weer op. Keiharde dunk van Shaquille Dorsen. Gaan we even toch de replay van pakken van die dunk. Komt ie. Even kijken hoe dat hier met die speelt. Dat was heel hard. Blijf maar niet te lang aan de ring hangen. Maar ging echt... Ja, haalde heerlijk hard uit Shaquille Dorsen die op 12 punten staat. Is ook meer een scorende speler dan we eigenlijk van hem gewend zijn. Misschien ook zijn ontwikkeling. Goede flow waar hij in zit. Wordt ook iets meer gezocht door Aris. Fout in het voordeel van Leiden. Dat is pas de 4e fout in het kwart. 3 voor Aris, 1 voor Leiden. Mede dat maakt het toch wel een, ook best een leuke wedstrijd. Dat er, soms is het gewoon nodig hoor, om fouten te fluiten. Maar dat er gewoon fases zijn dat er lekker gebasketbald wordt. Niet te veel onderbrekingen. Den Bosch terug tot 1 punt. Na 3 punten van Van der Mars. Van der Mars.
My goodness. Misschien is dat een scoutfout. Dat kan natuurlijk ook. Hier in de post met Collins. Ja, goede baas op Ververs. Helemaal vrij. Linkerkantje, linkerhandje. Netjes van Ververs. Gaat naar de dubbele cijfers. Goede wedstrijd dus van hem. En de punten komen nu bij Leiden van iedereen. En Leiden, ik zei het al eerder, kruipt weg van 4 naar 6. Nu naar 7. Als ze een stop kunnen maken. Gebeurt, ja, toch. Dorsen krijgt hem er net niet in. Echt een leuke wedstrijd speelt Shaquille Dorsen. Houdt allerlei Leidenaars bezig. En daar een klein blokje van doen we zo op Collins. En dan een fout erachteraan was het Ververs. Of Collins zelf. Zo te zien is dat een Ververs pas zijn eerste fout. Dat hebben we ook wel eens anders gezien. Zo is dat, Martin. Ja, dat is drieper van Endo en een assist van Thomas van der Mars. Dat wordt gecorrigeerd in de scouting. Ja, Endo, een van de finalisten ook voor, als ik het goed onthouden heb, en defensive player en ook MVP. Scoorde die relatief hoog in en speelt toch wel een van de beste spelers in het Nederlandse deel van de B-Next League. Sterke man van Den Bosch. Wie weet als Leiden de finale haalt. En Den Bosch ook gaan we ze zien. En weer een behind the back assist van Leiden van Bree op Ververs, die alweer scoort. Deze gaan we natuurlijk ook in de replay pakken. Eerst was het een behind-the-back assist, een minuutje of wat terug van Collins. En nu doet Van Bree hetzelfde. Hier. Ja, Leiden loopt uit van naar 64-55. Daar komt hij. Hoppakee. Oh, lekker in beeld gebracht door de baseline. Scoren. Ja, 9-punten verschil. Martin, het is heel opportunistisch. Het is heel voorbarig. Maar stel nou dat je als Leiden de finale gaat halen. Moet je dan zoiets hebben van Den Bosch en Groningen, die, je ziet het ook nu daar, het staat daar vrijwel gelijk. Gaan elkaar helemaal uitputten, misschien wel vijf wedstrijden lang. Het is van het allergrootste belang dat Leiden het in 3 wedstrijden afmaakt. Of niet, maakt het niet uit. Of heb je dan te lang rust, of valt daar iets zinnigs over te zeggen? Nee, ik denk dat te lang rust, ik blijf erbij, dat bestaat gewoon niet. Dat is onzin. Dat je dan roestig wordt. Ik vind gewoon dat Leiden moeten in principe deze serie in 3 wedstrijden kunnen klaren. En dan is het gewoon afwachten hoe lang Den Bosch en Groningen erover gaan doen. Als die er 5 wedstrijden over gaan doen, ja, dan kunnen de spelers vermoeid raken. Dan kunnen misschien blessures vallen. Ja, dat kan dan in het voordeel van Leiden zijn. Hoewel Leiden natuurlijk zelf ook met een blessure zit. In de persoon van Hemmen nu. Dus ja, het valt weinig over te zeggen. Het staat in ieder geval 67-68 in Den Bosch. En nog 1 minuut 16 te gaan. En hier gaan we weer ballen. Hoeven brengt de bal weer op tegen Ververs. Veno naar Paulson. Van de bekende hoekjes, zullen we maar zeggen. Afgefloten voor een fout. Ja, van Schaffelaar. En Van der Mars vanaf de lijn maakt er 68-68 van. Wauw, dikke minuut nog in de Maasport. Ja, dat kan ook nog overtime worden. Rebound voor Van Bree, die lekkere assist net had. En dan Leiden snel eruit. En oh! Wow, 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 wow. Daar gooide Ververs de bal wel heel hoog. Maar Van der Elzen timede prima. Ook hij scoort. Iedereen deelt in de assistvreugde. Leiden deelt de bal. Leiden maakt tempo. Blaast Aris toch een beetje nu bij tijd en wijlen weg. Op snelheid. Daar staan we als je van Leiden bent. Eerste keer vanavond dat we dat horen. Altijd een goed teken. Double digit lead. Leiden is dus de derde kwart flink aan het winnen. Zoals ze ook het tweede kwart wisten te winnen. Oh, dat is wel een goed ingesneden. Mooie onderhands afgemaakt. Zeg met veel contact door Vino. Ja, ik vind het wel een handige speler, die Vino. Zeker, Martin. Hij oogt bescheiden. Maar staat toch al op 10 punten. Mooi step back van Tom Den Elzen is de naam. Stan the man, hij gaat naar 7. Iedereen is hot bij Leiden, lijkt het wel. Deze bal is iets te hard. Dan raapt Van Elzen die bal ook nog eens een keer op. Gaat Leiden doordrukken. Leeuwarden heeft nog 2 timeouts.
Collins lukt het hem ook. Oeh, bijna een goede rebound. Goed getimed door Schaptenaar. En dan loopt de bal ook nog eens binnen. De koek is een beetje op bij Aris. 14 punten verschil. Het gaat nu heel hard. In korte tijd. Oh, moeilijke paas, maar wel gelukt aan de buiten. Dat is een leuke inside-outside game. Maar ik zei het al, hij is geen schutter. Hij heeft die touch niet door zo. Niet dat hij het helemaal niet kan, maar gooit de bal een beetje met die hoge boog. Er zit wel een fout in het voordeel van Aris. Ververs zijn tweede. Ja, als je dan toch wat moet zeggen, is het toch weer een zonde dat de aanvallende rebound wordt weggegeven. Den Bosch nu op voorsprong. Applauswissel voor Collins, die wordt vervangen door Hammond. Ja, hij kan weer bewegen. Knap van Den Bosch. Ja, 70-68. Staan dit kwart met 7 punten te winnen tot nu toe. En was ook nodig. Stonden dus 5 punten achter begin van het kwart. Ja, zelfs 7. Het was 55-62. Vrije worp is goed van Vino. En de tweede. Ook goed. Gaat naar 12 punten. Oh, bullet pass. Oh, block shot van Dorsen op Hammond. Wel een lekkere paas van de Elze. Attack, attack, attack. Veel ruimte. Open schot. Is goed. Ja, ja, ja. Paulson en ze leven. Ze leven weer de Friese. Ze gaan naar de enkele cijfers. Het was net 14, Martin. Het is nog maar 9. Kan snel gaan natuurlijk. Leuk dat ze terugkeren. Dat ze niet opgeven. Hier van Bray stond ook helemaal vrij. Had er wel in gemogen. Viel niet. Wel een beetje zijn schotje. Ja, nu moet je wel opletten dat Aris niet nog weer even aan het eind van het kwart nog terugkomt. Ja. Paulson, ja, wie anders? Wauw, Martin, je waarschuwde al van 14 naar 6 in een mum van tijd. Aris is helemaal terug. Ja, en dan denk ik, hoe verdedig je die 3 punten dan? Gewoon, nou, eigenlijk niet. Ja, hij stapt gewoon in zijn 3 punten. Komt lekker aandribbelen en neemt hem. Hier Ververs, ook met veel ruimte hoor. Wel gechallenged onder de ring door Mede Dorsen. En dan kan Aris helemaal terugkomen zelfs. Als ze wat maken van deze aanval, leiden in de penalty. Ivo Boom zie ik daar op de tribune. Eerste coach van Zorg en Zekerheid Leiden. Hier Warner, ja, denk ik nog een beetje aangeraakt misschien. Dan zou de bal voor Aris zijn. Ja, scheidsrechters hebben het door. En schotklok. De schotklok is even de vraag. Stond de schotklok uit of was de schotklok afgelopen? Ik heb de buzzer niet gehoord. Ik denk dat de schotklok uitstond. De schotklok kan. Het was al een airball, maar er was minder dan 24 seconden, denk ik. 1,4 nog. Snel schieten. Op tijd, op tijd, op tijd. Valt niet. En de tip was te laat en was mis van Durusso, die er toch nog lekker bij zat. Ja, Martin, we zaten te juichen. We hadden het al over 3-0. Leiden 14 punten voor. Nou ja, ik heb het al eerder over 3-0 gehad natuurlijk. Maar Leiden geeft het dan wel even weg. Laat het Paulsen gewoon 2 keer vrij aanleggen. Ik bedoel, als je alleen maar met je handen omhoog voor hem gaat staan, ben je niet aan het verdedigen. Je moet zorgen dat hij daar de bal niet krijgt. Je moet hem onder druk zetten, zodat hij misschien een stapje terug moet doen. En niet in zijn comfortzone kan komen. Helemaal waar, Martin. Gewoon onoplettendheid. Ik denk dat Leiden dacht, we zijn er al met 71-57. Maar je krijgt gewoon een 8-0 tegen. En ik meen dat Aris ook de bal heeft zo direct. Nou, Aris, en dat hebben we al eerder gezegd, scoren dus 202 punten in 2 wedstrijden in Zwolle. We weten dat ze ballen kunnen maken. Nou, dat zie je ook. In de mum van tijd gooien ze een stuk of 9 punten binnen. Maakt het ook heel erg leuk om naar deze ploeg en deze serie te kijken natuurlijk. Nog steeds money time in Den Bosch natuurlijk. Een one possession game, 12 seconden nog. Ja, Den Bosch in balbezit. En dan is dat toch best wel knap. Den Bosch dat het zo moeilijk had in die goudfase, maar 2 keer gewonnen. En Donar deed het daarin het beste van de Nederlandse ploegen. Spelletje hier op de vloer. Prijzen worden weggegeven. De rietje zag ik binnenzeilen. Dat zijn ook die uitspelers. Het idee heb ik wel. Het ziet er als zeer gesmeerde basketbalspelers uit. Martin, ik kan het niet helemaal goed zien vanaf hier. Ik dacht, is het Kevin Jonathan? Nee, want met de kleine is Jamairo, dacht ik. Ja, Jamairo de Wit. En die andere is die... Quincy. Is Quincy, of niet? Quincy... Jonathan. Ja. Ja, dan was dat het. Ja. Die het wedstrijdje 3 punten schieten wint.
Ja, we hebben er niet superveel in actie gezien destijds. Dus het was even graven, maar het is gelukt. Laatste kwart hier in Leiden. Alles nog mogelijk. Two possession game. En de Barry Babpak thema song Blauwe Brigade wordt gedraaid. Mensen, zoek ze op. Barry Babpak, de Leidse helden op Spotify met het nummer Blauwe Brigade. Ja, Arens in ieder geval het kwart begonnen met balbezit. Vino voor 3. En gewoon weer een 3-punten raak. En zo is het nog maar 4 punten verschil. Oh, dat is toch voor 2. Van den Elzen ging nu op avontuur. Fout van den Elzen op de vloer. En de wedstrijd in Den Bosch is afgelopen. Heroes Den Bosch wint met 71-68. Dus 1-0 voor Den Bosch in de halve finale. En hier zijn we nog even bezig. Heel defensieve tweede helft daar geworden. Martin in Den Bosch. Oeh, hammer dunk. Windmill van Dorsen die naar 14 punten gaat. Wauw, wat kan hij gigantisch de ballen door de ring smijten. Leuk hoor om hem zo te zien groeien in zijn carrière. Staat op 14, Paulsen op 16, Vino op 14, Warner op 19, 16 voor Collins, 11 voor Hammond, 12 voor Ververs en 8 voor Schaftenaar. Ook 8 voor Rutherford, die we al een tijdje niet meer hebben gezien. Dan gaan we even kijken of het een onsportieve fout was van Leiden. Overleg, men kan eventueel nog naar de replay system gaan. Kijken wat de commissioner daar ook geeft, die was ook aan het wijzen. 21. Ja, dan wordt naar de replay gegrepen. Oh, veel communicatie, heb ik het idee, ook met de coaches aan de Leidenkant. Ja, Van der Elzen galoppeerde zich voor de tweede keer. Die zal er wel uitgaan. Kunnen wij even wat recente hoogtepunten erbij komen ze. Den Bosch is op 1-0, Martin. Ja, 71-68. Om de finale te halen dat Groningen 3 van de 4 resterende wedstrijden moet gaan winnen. Zal niet helemaal meevallen. Maar ja, ook geen schande om close te verliezen natuurlijk in de Maasport. Maar ja, ze zullen er toch eentje daar moeten winnen, de Groningers. Yep. Of 2. Dat kan ook. Ja, en door het feit, Martin, dat na die domestic fase, dus de Nederlandse fase, dat de punten gehalveerd werden. En daar kun je van alles van vinden. Als het even fout ondertussen gekold. Ja, mede daardoor speelt Leiden tegen Aris, namelijk 1 tegen de winnaar van de 4-5 wedstrijd. En als die punten niet gehalveerd waren namelijk, had Leiden zeker de eerste plaats niet gehaald. En had Leiden het misschien wel tegen Den Bosch of Groningen in de halve finale moeten opnemen. En die ontlopen ze nu. Maar goed, van Aris hebben ze ook nog niet zomaar gewonnen. Dat blijkt wel. In echt, ja, ik denk alles bij elkaar 3 minuten tijd is het van plus 14 naar plus 2. Dus een hele goede run van Aris. Kan nog wat bijkomen. Dan mist daar Vino wel de eerste. Ik denk als je Vino bij de Albert Heijn zou tegenkomen dat je niet meteen door zou hebben dat het een profbasketballer is. Gooit wel de tweede erin. En ook nog balbezit voor Aris natuurlijk vanwege die onsportieve fout van Van der Elzen. Bouwknecht is hem komen vervangen, Martin. Gekraakte bal. Oh, goed gedoken door Bouwknecht. Binnen de lijn gebleven. Uitstekend. Moet gedweild worden. En goede stiel. Een soort snoekduik. Oh, moeilijke bal van Hammond. Goed. Wauw. Dion Hammond. Big shot. Gaat, we hebben even geen zicht op de scouting hier worden. Dorsen wel of niet bereikt. Hot potato. Houdt hem binnen. Goede handen wel voor Dorsen. Valt me op. En uit de hoek. Lekkere bal nu voor Aris. Warner gaat naar 22 punten. One point game. Leiden is er nog lang niet. Heeft moeite om stops te maken. Aris creëert gewoon prima schoten. Doe er zo ook nog steeds in het veld. Hier een pick and roll of niet. Bouwknecht gaat zelf.
toch nog naar Schaftena met wat moeite. 3 seconden nog. Moeilijke bal is goed. Als een streep over Dorsen heen geschoten. Heel klein beetje adem, ruimte voor Leiden. 3 puntjes. Nou, ook hier kunnen we natuurlijk nog prima overtime krijgen. Oh ja. Moet een winnaar komen. Passen. Oh, kruip door, sluip door. Alawurdi de Jong zou je bijna zeggen. Niet afgewerkt en dan goed binnengehouden door Penskoes. Ja, hem het ondertussen op 14 punten. Het is intenser geworden. Er wordt echt keihard gewerkt aan beide kanten. Het is niet extreem fysiek, terwijl dit blokshot er mag zijn. Van Dorsen op Schaftema. De bal blijft wel bij Zorg en Zekerheid Leiden. Ja, met nog 13 op de shotklok, dus dat is het probleem niet. Het zou wel een belangrijke score kunnen zijn voor Leiden om het verschil weer boven de 3 te krijgen. Dus naar 4 of naar 5 of 6. Hammond. Oeh, in en uit. Dat is wel eigenlijk zo'n schotje zo vanaf de baseline. Had er wel in gemogen. Ja, ik vond dat zijn voeten niet helemaal goed stonden. Dat is waar, maar net bij die 3 punten, Martin, stonden ze allebei niet goed. Die voeten, die stonden ze een beetje achterstevoren. Toen gooide hij die bal er nog in. Rost erin voor Dourisseau. Leiden al op 3 persoonlijke fouten in minder dan 3 minuten. Waaronder ook die onsportieve. En Leeuwarden nog helemaal clean. Het zijn allemaal van die dingetjes zijn die deze wedstrijd gaan beslissen. Want de teams ontlopen elkaar dus niet veel. Dorsen. Hammer dank. Net niet, maar wel 2 shot. Sterk naar de ring gegaan. En staat uitstekend te spelen hoor. Stiel Dorsen. Ja, misschien longt hij toch naar een transfer naar Leiden. Dat hij zich hier wil bewijzen. Ja, dan nog eens even die actie waarop die fouten werd gemaakt. Ja, het zou kunnen, maar het zou niet de eerste speler zijn die door bijvoorbeeld een goede serie tegen Leiden een contract verdient. Thomas Koenis comes to mind bijvoorbeeld. Die Leiden het wel eens moeilijk maakte en toen erg in de smaak viel bij de technische mensen. Wat dacht van Witholk om Vee? Zeker. Uit de finale van 2013. En andersom gebeurt het ook wel. Je schiet bijvoorbeeld te binnen dat Sean Cunningham op een gegeven moment naar Donar ging. Maar is wat te noemen. Slachter, Bekkering. Ja. Ja, zeker. En er zijn er nog wel een aantal. Hier Dorsen is mis. 2-point game. Dorsen op 15 punten. Oeh, bijna lopen, maar net niet. Van Collins, moeilijke bal weer van de Hammond. Het is weer goed. Magic. Hammond naar 17. Zoals die voor de playoffs tegen jou zei, Martin, ik denk er niet zoveel bij na. I just let it fly. En dat doet Warner ook. Ook hij scoort weer 25 punten voor hem. No defense. Ik wou zeggen, waar is de defense dan? Ja, Leiden gaat natuurlijk blijven zoeken naar Hammond. Die alles wat hij aanraakt in goud ziet veranderen. Maar deze valt net niet. Maar rebound is goed van Rutherford. En zo is de stand. Hey, score is ik wou zeggen, de stand is gelijk. Maar het moet 4 punten verschil zijn. Het is plus 4 voor Leiden. Het publiek heeft het door. Begint te schreeuwen en te joelen dat de scorebord niet klopt. Aan de andere kant schotje niet goed van Vino. Rebound wel voor Warner. En Leiden is echt niet goed aan het rebounden. Warner is vrij groot op zijn positie. Daar heeft Collins moeite mee. Ross, die is niet groot, maar wel snel. Oeh, bijna fout van Hammond. Niet gefloten. Clean verdedigd dus. En nu is de stand weer hersteld in plus 4. Zou lekker zijn als Leiden nog een score maakt en nog een stop. Met veel contact. Moeilijke bal. Valt niet goed voor Collins. Bijna wel, maar een beetje geforceerd. Ook 2 man. Had er eventueel nog kunnen afpassen. Ja, veel te makkelijk bij de Rico. Oh, lekker afgedunkt door Vino. Time-out voor Leiden. Werkelijk waar. No defense. Aanval niet goed. Verdedigend helemaal niet aanwezig. Ik zal eens kijken hoeveel aanvallen de rebounds waren ondertussen wel gepakt heeft. Want dat zijn er waanzinnig veel. Leiden heeft er 6 en Ares heeft al 11 aanvallende rebounds. Kun je zien hoeveel punten ze daar uit scoren, Martin? Zou je eens willen kijken alsjeblieft? Terwijl ik kan vertellen dat Vino naar 17 punten gaat. 15 voor Dorsen, 16 voor Paulson. 25 Warner bij Leiden, 16 Collins, 17 in korte tijd. Hammond, 12 Ververs, 10 Schaftenaar, 10 Rutherford.
points of turnovers. Nou, dat is second chain points. Leiden 8, Ares 13. Ja, okay. Okay. Dus halen ook wel wat puntjes uit die extra aanvallende rebounds. Ja, lekker intens wedstrijdje. Ja, je hebt het al een beetje gezegd, maar welke puntjes moet Leiden op de i zetten? Ja, ze moeten gewoon veel beter aanvallen. Die acties van Collins, die laatste actie van Collins, dat was gewoon niet de goede actie op dat moment. Ik bedoel, je hebt een speler die hot is, zoek dan die hot hand op de hele tijd. En ga niet zelf voor je eigen succes. Ik bedoel, speel Hammond vrij, Hammond schiet al die ballen erin momenteel. Dan moet je daarvan profiteren. Dus ja, en verdedigend is natuurlijk helemaal knudden wat er gebeurt. Die laatste score van Vino, dat is toch niet te geloven. Ja, op de een of andere manier zit Leiden wel in de penalty, maar om nou te zeggen dat er echt keihard wordt gebeukt en verdedigd is ook niet helemaal het geval. Aris overigens nog geen enkele P dit kwart. Nee, opmerkelijk. Kan een voordeel zijn, maar als je Leiden op de streep wil zetten, kan het soms ook een nadeel zijn. Als je niet een beetje richting de penalty gaat, geblokt, bal krijgt, maar wel de bal bij Leiden. Altijd gevaarlijk in de lucht pasen. Rogier Jansen risico noem ik dat altijd. Liep toch nog net goed af voor zorg en zekerheid met Hammond die in gaat nemen. Bouwknecht nog niet al te veel gezien vandaag. Staat op 1 punt. Goed zijn massa gebruikt, maar wel afgeblokt door Dorsen. Ik denk dat het 4e of het 5e blok is van Dorsen. Ook op het randje van de schotklok. Die ging af omdat Rutherford de bal niet, de ring niet raakt. Oh, bijna een fantastische alley-oop die net niet lukt. Mede dankzij Rutherford. De numbers voor Leiden, ja. Natuurlijk een slechte paas. Veel te geforceerd. Daar is een man down bij Aris op de baseline. Die spelen, ja, wordt afgefloten. Hopelijk is het geen blessure. Daar blijft Paulsen liggen. Gaat zelf opstaan. Eigen kracht, niks aan de hand. En het publiek is nu boos. Ja, het publiek is boos op Paulsen. Omdat ze vinden dat hij niks had, waardoor het spel werd stilgelegd. Aris had de bal. Wat maakt dat nou uit? Ja, maar het publiek is wel boos. Nou, ik vond het gewoon een slechte actie van Leiden. Leiden heeft een man meer. Waarvoor moet je dan zo'n risicovolle paas gaan geven? Je hebt een man meer. Die andere, een van die van Aris door zijn lag nog helemaal aan de andere kant. Ongelooflijk. Het publiek bij Leiden is wel helemaal wakker. Dat is dan het voordeel van deze hele hectische fase. Maar inderdaad, Martin... Het is wel opmerkelijk hoe Leiden in eigen huis, die zo goed in die flow zaten, die 14 punten voorsprong, einde derde kwart bijna helemaal hebben ingeleverd. Ja, het was 71-57. Aris staat dit kwart met 4 punten te winnen, dit laatste kwart voorlopig. Hier Roth. Stapt er mooi af, mooie bal hoor. Ja, goede achterover gesprongen en over Rutherford heen weten te mikken. Het is weer helemaal gelijk. 4 minuutjes nog. Lonkt er een overtime. Of een upset. Gaat Aris weer on the road te winnen. Hier een baseline jumper van Hammond. Dat is zijn game. Gaat naar... Sterker nog, ik zou bijna kunnen zeggen... In wedstrijden waarin Aris speelt... heeft nog één keer de thuisploeg gewonnen. Zeker. Tot de 3 keer toe in die vorige serie... natuurlijk inderdaad de uitploeg die won. Gaat dat weer gebeuren. Goede handen Dorsen valt me op. Was ik me niet zo bewust van, maar heeft gevoel in die vingers. En ja, weer was. 2 keer achter elkaar met een moeilijke bal. Martin zei al dat hij ook zijn draai heeft gevonden in Friesland. 4 puntjes van hem in korte tijd. Blijft gelijk. Collins zoekend. Ja, wel een goede paas op Franskus. Die moet erin. Die valt niet. Geen rebound. Ver was toch wel een toe kunnen stappen. En... Ik denk dat Franskus op de baseline lag. Bal gaat denk ik naar Aris tot ongenoegen van het Leidse publiek. Ja, die bal die blijft bijna stil liggen, Martin, op de ring. Jammer. Ja, Leiden dus in de penalty. Al een paar keer gezegd. Ik weet niet of het gunstig is voor Aris dat ze geen persoonlijke fout hebben. Ik ben benieuwd hoe dat straks gaat als het puntje blijft. Warner. Oeh, valt niet. Had Leeuwarden voor het eerst in een vrij lange tijd op voorsprong kunnen zetten. Rutherford. Ja, natuurlijk Hammond. Ja, maar wel zelf gepakt, binnengehouden. Oeh, net op de achterlijn. Het publiek daar weer niet mee eens. Ik denk, hij kwam van buiten het veld.
Maar hij kwam denk ik van buiten het veld, Martin. Toen hij hem ving, stond hij op de lijn. Of binnen het veld, denk ik. Maar ik weet die regel niet precies. Nou, in ieder geval, het kan ook zijn dat hij hem pakte en later pas zijn voet bijtrok. Scheidsrechter gedecideerd. Deze bal weer niet de leiding voor Aris. Tot twee keer toe niet. Moeten ze dat straks gaan bezuren. Tijd begint een beetje te dringen. Beide teams nog met time-outs. Oh, Verpers komt er langs. Nee, uiteindelijk goed afgesloten. Mede door Dorsen. 9 seconden. Oeh, daar stond Collins vrij niet gevonden. Moet wat doen, moet wat doen. Heeft het niet door. Neemt veel te veel tijd. Dan moet Hammond het doen. Moeilijke bal. Er is helemaal niks deze aanval. Nee. Ook getreuzeld door Vanskoes. Ross is hot. Gaat hij het zelf doen? Ja, natuurlijk. Hij is hot. Hij is hot. Een voorsprong voor Leeuwarden. Time-out. Gaat Leiden het hier helemaal weggeven vanavond. Is nog niet gezegd, maar de momentum is bij Aris. Ik zie die verdediging van Ververs ook helemaal niet naar Ross. Die gaat er helemaal niet eens naartoe. Hij laat hem gewoon vrij schieten. Ah, en hij heeft gewoon de laatste 2 minuten 2 van precies diezelfde ballen erin gegooid. Ja, Ross. Precies dezelfde ballen. Gaat naar 8 punten. En uitstekend weerwerk van Aris in een high scoring game. Gaat Leiden meteen een play maken voor een 3-punter om erop en erover te gaan. Ben zeer benieuwd. Aris heeft in ieder geval false to give. En dat kan natuurlijk ook wel eens in je voordeel werken om wat Leiden ook gaat neerzetten straks. Om gewoon na een seconde of 10 eens even een flinke P te maken. Dan kan Leiden weer opnieuw beginnen. In ieder geval een zeer mooie wedstrijd voor de neutrale toeschouwer. Maar wat kan Leiden zichzelf verwijten? Nou, bij 71-57 denken dat je erop bent, niet verdedigen. En je krijgt in no time allemaal 3 punters tegen. En je staat op geen enkel schot, sta je te verdedigen. Ik bedoel, you live and die by the jump shot is ook wel een regel. Maar ik bedoel, voorlopig blijft Aris wel leven daardoor. En komt Leiden echt moeilijk aan de bak. Dus moeilijke aanvallen. Weten niet wat ze moeten doen. Tijdnood in de aanval. Ja. Daar had je nog iets meer van mogen verwachten. Dat wordt het. En kijk, zelf 83 punten maken, daar kun je mee thuiskomen. Dus daar begon je ook terecht over, denk ik, over de verdediging van Leiden. Ja. Fluitconcertje van het publiek, niet helemaal duidelijk waarom. In ieder geval gaan we weer spelen. Maar tijd nog niks aan de hand. One possession game. Nou ja, ook voor Leiden begint het wel te dringen. Leiden zal natuurlijk wel bijvoorbeeld een score moeten maken. Ja. Dat sowieso. En dan zou je zeggen, ga naar Hammond bijvoorbeeld. Daar is hij. Jammer, valt niet. En geen rebound voor Vanskoes, die onzichtbaar is vanavond, grotendeels. En dan zou je Aris op de streep kunnen zetten, maar dat is wat te vroeg. En dan kan het een meer dan 3 punten verschil worden. Dat wil je ook niet. Oeh! Second dribble. Ah, come on. Op het randje met Dorsen. Drietjes. Niet goed van Vino. Daar komt het einde goed weg, Martin. Ze gaan er bijna in vliegen. En attack. Probeer op de vrije worplijnen te komen. Als het hoeft geen 3 punten te zijn, Hammond. Ga gewoon voor een goede actie of een actie met contact. Leeuwarden heeft nog geen pace gekregen. Gaan er vast nog eentje krijgen. Veel te voorzichtig. En dan komt Leiden weer goed weg. Er zat bijna Paulson tussen. Het is nog maar 6 seconden op de schotklok. En je kan niet al die ballen op Hammond spelen. Dat hoeft ook helemaal niet. Dat is nou als je voor Leiden bent. In de huiskamer komt u maar van de bank. En 6 seconden op de schotklok. Wie durft het ook? Nu is het ook een kwestie van durven schieten. En dat moet je niet alleen op hem het afschuiven. Dit duurt ook weer lang. Dit duurt te lang. Het is veel te... Wat een moeilijke bal, valt niet airball. Slaat helemaal nergens op dit. En Ververs die schuift het ook maar af op Collins. Ja, maar staat Collins te slapen of zo? Ja, maar... Die moet toch weten dat er nog maar 5 seconden op de klok is. En dan gaat hij de bal vasthouden. Kijken. Oh, ik moet schieten. Kom op zeg, je bent een prof. Dit is je baan. Als dit bij mijn baas zou doen, zou ik ontslagen worden. Het is de aanval voor Aris. Die gaan natuurlijk de tijd nemen. Gaan die hele klok afmelken met Vino aan de bal. Die solid speelt. Kan eens niet bij alley-oop. Valt niet. Waarom nu de alley-oop gespeeld? 4-4 situatie. Nee, dan moet hij het doorzetten, Collins. Je moet die tempo maken. Juist. Oh, dan wordt hij. Hij gaat veel te voorzichtig omhoog. Daar wordt hij geblokt. Vanskoes had kunnen faken. En dan alle ruimte voor Aris. Die heel slim de bal niet schiet. De laatste minuut gaat Leiden verliezen, Martin. Ze moeten Aris straks op de streep gaan zetten. Hoeft nog niet per se. Maar je neemt wel een risico. Als hier een 3-punter schieten, is het voorbij.
Als je een stop maakt, kun je met een driepunter winnen. Ruimte. Hoe neemt hem niet zelf? Dat valt niet. Schotklok heel goed. Laatste aanval voor Leiden. Geen time-out. En met een driepunter kan Leiden de wedstrijd winnen. Of wordt het overtime? Wie durft het? Het is een kwestie van durven voor Verbers. Gelijk. Spelen door of niet? Time-out. De captain doet het. Captain neemt zijn verantwoordelijkheid. Maar Aris heeft in principe maar het in de laatste aanval. Leiden mag geen P maken. Wauw, what a game. Ja, of Leiden gaat heel snel een fout maken. En dan Aris op de lijn zitten. En je hebt zelf nog een time-out om dan naar de andere kant van het veld te kunnen gaan. Martin, we hebben precies dezelfde situatie als de laatste thuiswedstrijd tegen Antwerpen. En je hebt daar coach Doug Spradley over bevraagd. Die zegt, ik wil geen punten weggeven door middel van vrije worpen als we niet achter staan. Precies dezelfde situatie. En toen moest Leiden het zware besturen. Ja, en ik vrees dat er nu weer precies hetzelfde risico op de loer ligt. Tenzij Spradley ervan geleerd heeft. Aan de andere kant, als jij nu een stop maakt en een score of overtime haalt, doe je het ook goed. Dus het blijft echt een enorm dilemma. Als je nu een fout maakt, geef je in principe 1 of 2 punten weg. Maar je hebt wel, als het goed is, de bal terug. En je kan ook nog, want beide teams hebben nog een time-out. Als Leeuwarden bijvoorbeeld de tweede zou raken, kun je een time-out nemen. Tenzij Leeuwarden zo goed zou zijn om de eerste te raken, de tweede te missen. Ja, dan heb je geen time-out. En dan is het afhankelijk van hoeveel seconden heb je weggegeven. Hoeveel seconden zijn er nog? Spradley nog even een 1-op-1'tje met de David Collins. Ja, de tsunami wordt ingebeukt door Supersound. En wat een spanning. Leeuwarden hoeft niet. Leiden hoeft ook niet. Maar Leeuwarden heeft wel het initiatief doordat ze de bal hebben. Krijgen we een overtime hier in game 1. Halve finale. Be next. Domestic. Fino. Leiden gaat geen fout maken. Leiden gaat het uitspelen. En dan moeten ze een stop maken. En dan moet je hopen dat je een stop maakt. Of. Valt niet. Rebound. Leiden heeft nog tijd. Drie seconden nog. Oh, wat doet Verbers daar. Oeh. Maar hier heb je niks aan. Want het is geen schotsituatie. Verbers wilde daar door 2 man heen. Bijna een aanvallende fout. En bijna balverlies. Bal blijft bij Leiden met 1,2 seconden. Wordt er een time-out genomen? Ik denk het haast wel. Waarom neemt hij geen time-out, Spradley? Hij wil hier een onsportieve fout. Dat gaan de scheidsrechters nu nooit geven. Want dan had je 2 maal gehad. Maar Verbers nam daar een hele moeilijke actie, hoor. Hij wilde tussen 2 man door, beukte doorheen. En mag van geluk spreken dat hij de fout meekreeg, wat mij betreft. Had ook een loose ball situatie kunnen blijven. Ik denk dat Leiden, Martin, laatste schot gaat nemen. Van regulation. Ja, met 1,2 seconden. Dus dat is altijd lastig. Dat is weinig tijd. Dus ik wil niet negatief zijn, maar ik denk dat we gaan verlengen. Hier nog eens even die gelijkmakende jumper van Marijn Werpers uit Leiden. Ja, echt ja, wel, uit de eigen klik. Wel zijn 14e punt ook. André Hazelsen junior hier in de hal uit de boksen. En zo liep het toch nog redelijk goed af, Martin, doordat Leeuwarden die laatste bal niet kon maken. Nee, het werd wel goed verdedigd door Leiden, moet ik zeggen. Het was niet een makkelijk schot wat je weggaf. Maar ja. Spannend. Is en blijft het. Familie Bomen op de tribune achter de spelersbank. Mooi om te zien. En die zou in principe zeggen, ga naar een van je guards. Om de bal nog bij een center te krijgen is vaak lastig in 1 seconde. Dus het zal een van de schutters of een van de snelle jongens moeten zijn. En het hoeft geen 3 punten te zijn natuurlijk. Want het is in principe het laatste schot van regulation. We kunnen ook gewoon nog naar overtime gaan. Dat is dan 5 minuutjes. Ja, maar het is wel weinig tijd, hè. 1,2 seconden. Ik denk een catch and shoot in principe. Ja, je kan nog een fake maken. Zoals Rick Smits ooit deed. Vanaf de kop van de Burger tegen Ewing. Hier is het Verbers. Is hij de juiste bal om in te nemen? Blijkbaar wel. Doe zo staat niet echt op te letten. Dus de inbounds moet lukken. Moeilijke actie. Te kort. Voor Collins had meer ingezeten. Ja, nou ja. Het is 1 seconde. Het is lastig. Ja, niet overtuigend. Maar ik denk dat die bal naar Hammond had gemoeten. Maar die was waarschijnlijk werd hij gewoon overspeeld. En werd het optie B of optie C. We krijgen overtime, Martin. Ja, dat hebben we ook niet vaak meegemaakt. Behalve natuurlijk 1 keer toen het er 3 werden.
Dus zal ik even voor ons rustig andere uitslagen meenemen? Ik ga even in mijn yin-yang pose. Kom maar in. Filou Oostende is bijna klaar tegen Kangaroos Basket. Er staat 87-77 met nog een half minuut te spelen. En Telenet Giants Antwerp heeft een pak slaag gekregen in eigen huis van Limburg United met 59-77. Echt verrassend. En 10 wedstrijden winnen in de Elite Gold, de bekerfinale winnen. En in je eerste playoff wedstrijd in eigen huis gewoon een pak slaag krijgen. Ja, we hebben elk kwart verloren Antwerpen. Met 2 punten, met 9 punten, met 3 punten en met 4 punten. Ja, dan, ja. Dan win je niet. Nee, dat is een overtuigende overwinning van de Limburg United. Die gewoon wel 2 belangrijke spelers missen. Dus je kan ook winnen als je belangrijke spelers mist. Ja, ik vond De Zeeuw een heel ongelukkig seizoen spelen. Maar goed, het is wel een big body met heel veel ervaring. Dus je mist hem zeker. Maar die Toon Seizens vond ik echt goed spelen, ook hier in Leiden. Ja. Ja, 5 minuutjes verlengen. De teamfouten blijven gewoon staan. Dat is niet heel goed nieuws voor Leiden. Zijn overtime vliegt vaak voorbij. Dit was dus de eerste P van Aris die gefloten werd in het vierde kwart. In actie op Marijn Verhoeven. Ja, met Verhoeven, waardoor Leiden toch nog de laatste schot kreeg. En Collins, ja, was een lastige situatie. Goed gecontest ook. Je hoeft geen 3 punten te nemen, maar ja, je hebt ook soms de tijd niet om die bal inside te krijgen. Er valt van alles van te zeggen. Inside is het ook weer druk, maar rond de 3-puntslijn ook. Ik ben er nooit zo'n voorstander van als er alleen maar, terwijl je gewoon ook met een 1 of een 2 punter kan winnen, alleen maar naar die 3 punten wordt gekeken. Maar goed. Ja, ik denk dat Collins naar buiten werd gedwongen. Volgens mij was het ook nog een 2-punter wat hij schoot. Ja, maar ja, het was al op het randje. Ja. Leiden in ieder geval balbezit. '85-'85, hoge scores. Ja, het zag wel een beetje aankomen doordat die raketstart van Leeuwarden met 26 punten in het eerste kwart. Maar Leiden maakte er bijvoorbeeld 28 in het derde. Dat is echt veel hier. Rutherford kan Leiden de eerste klap uitdelen. Goed gedaan hoor, goed geduldig. En met het linkerhandje Rutherford staat er wel weer aardig te spelen. Gaat naar 12 punten. Is wel redelijk gelijk opgaand met de Dorsen die er 15 heeft. En een stop van Leiden doet het meteen heel erg leuk eruit zien. Omdat zo'n overtime, ik zeg het u, voorbij gaat vliegen. Oeh, veel ruimte, wel gechallenged. Oeh, mis. Rebound voor Dorsen, daar Leiden geen bodies. Oeh, een blok van Vermes op Warner, uitstekend. Wauw, en veel contact. Oeh, daar wilde Vermes denk ik een uur. Leek mij niet aan de orde. Maar volgens mij wel de vierde fout van Paulsen, denk ik. Vierde voor Paulsen. Leeuwarden kruipt ook richting de penalty. Wat ik al zei, die 10 fouten blijven staan. Dus ze komen nu van 1 op 2. U ziet aan dat QE dat we in de extra time zitten. Collins. Tegen Vino. Ja, Hammond natuurlijk. Hoe snel geschoten. Dorsen goed daar erbij. Van Bree met een belangrijke bal. Oeh, in en uit, jammer. En een fout op Rutherford. Dat was een mismatch voor Warner. Waardoor Leiden fout opraapt. Dat wordt wel zijkant. Maar wel in feite een soort van aanvallende rebound van Leiden. Wat kijk jij, Hoekstra? Ik zit even te kijken. Ik kijk altijd naar reacties van coaches ook hierop. Natuurlijk is het dingetje is van Sliedrich dat er niet mee eens. Ververs. Die zo knap die bal durfde te nemen, die jumper, om het gelijk te maken, komt er nu niet langs. 7 seconden. Van Bree gaat zijn stepback gebruiken. Ja. Oeh, inderdaad. Ja, belangrijke bal. Van Bree zijn tweede score, 4 puntjes. En 4 punten kan veel zijn in een overtime. 2 possession game. Een stop gaat Leiden al een eind de goede kant op brengen. Beide teams hebben 1 time-out in een overtime. Hier Ross, mooie step back. Is goed! Wauw! Wordt koekje van eigen deeg voor Van Bree. En het is terug naar een one possession. Ja, Rutherford staat al lekker op de post. Die krijgt de bal alsnog. Nu een beetje wat verder van de basket. Ja,
Jones trekt dat twee man. Gaat zelf op zich goed gedaan. Want er stond inderdaad, wat had hij denk ik gezien, Ververs, dat er goed positie was voor de rebound van Rutherford. Die helaas niet weet af te werken. Ook geen interference volgens mij. Gewoon twee maal. Nee, scoren. Wel interference. Ja, dat had jij goed gezien, Martin. Ik dacht dat er nog een fout bij zat. Ja, hij zat zwaar een netje afgefloten. Ja, kijk, ik dacht dat het werd gefloten voor een fout. Maar er werd gefloten voor basket interference. Ja. Leiden, publiek gelooft erin. Plus 4. Een stop is goud waard. Dorsen staat daar wel of niet vrij. Schotklokproblemen en een goede interventie van Rutherford. Ververs on attack. Weer geblokt. Leiden weer de rebound. Goed gevolgd door Van Bree. Ja, tijd melken nog een beetje. Nog 9 seconden. Haar is bijna in de penalty. Zou lekker zijn om ze ook nog een fout misschien aan te smeren. Lukt niet. Maar Collins scoort. Wel! Plus 6. Moet genoeg zijn. We hebben 14 voor staan, Arie. Balverlies of niet? Ja, daar dook Ververs erop. Had die bal achteraf gezien beter kunnen laten gaan. Kon die ook niet weten, denk ik. Ros verloor daar half de bal. Twee mannen doken erop. Ros en Ververs. Maar het was Ververs die met ballen al, denk ik, buiten het veld gleed. Nou, dan gaat het er niet om waar de bal is. Maar waar degene is die bal vast heeft. En dan was Ververs dan die lag buiten het veld als eerste. En Ros wordt eruit gehaald. 10 puntjes, Ros. 1, 2, 3, 4, 5 man in de dubbele cijfers bij Leeuwarden en bij Leiden ook. Ja, dat krijg je als je allebei richting de 100 gaat. Kan nog een appeltaart opleveren vanuit de podcast. Een blokparty. Als je de 100 haalt, hier Dorsen. Bijna Ververs ertussen. Lopen. 7 seconden. Defense van Leiden is aangetrokken sinds de laatste paar minuten. Ververs heel goed daarbij, 2 seconden. Pakt hem, gaat hij pasen, ziet hij het. Geen time-out, denk ik. Paul Sliedrecht gooit min of meer de handdoek. Het is 8 punten. En een hele goede fase van Marijn Ververs. Eerst aanvallend en nu verdedigend. Druk van Leiden en daar zit... Oh, heel goed zitten. Hij met daartussen een oude bal in de ploeg via de backboard. Hij kan Leiden doordrukken. Zoek die ring op, zoek inderdaad de ring op. Of neem de tijd, 1 van de 2. Ja. Oh, goed gedaan. Jammer, mooi gedaan door Hammond. Ik hoopte dat hij ging dunken, lukte niet. Fantastische pick van Dorsen daar op Collins. Veel contact, de bodies overal op de vloer. Is goed! Oei, 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 terug naar 5. Terug naar 5, Leiden in de time-out. Of moet er getweld worden? Hammond is het uitgeteld op de vloer. Baalt misschien nog van die actie, die layup die dit niet afgewerkt kreeg aan de andere kant. Maar die wel die fantastische fake maakt op de driepuntslijn. Misschien toch nog een beetje aangeslagen van wat contacten in zijn maag. In zijn middenrif zo'n beetje. Een kwartier of wat geleden. Schafte naar op de bank. Rutherford staat ook wel goed te spelen. Ook goed te rebounden. Ik denk dat inderdaad hem het even wat adem gaat happen. Kan Leiden het nog 1 minuut en 12 seconden zonder hem. Ja, goed daar ruimte gehouden, maar ja, een vrij moeilijke bal. Verre bal ook van Van Breden, staat Leiden helaas niet bij. Ja, ze staan er met z'n tweeën erbij. Ja, wilden misschien toch maar terugvallen voor wat verdedigend evenwicht, maar hadden ook dit bal kunnen oprapen. Gebeurde niet. Warner is goed! 2 punten nog maar. Time-out of niet? Geen time-out. Leiden heeft er nog wel een. Aris heeft er nog eentje. Worden niet genomen. Het was 8 punten, Martin. Er zijn er nog 2 over. Doordat Leiden toch een beetje op 2 gedachten hinkte in die aanvallen. Niet echt doordruk. Moeilijke bal van... Oh, is goed. Van Balkenrecht contesten. 2 man op de vloer. En Tarat. 2 man in het gezicht geraakt tegelijk. Eentje op het hoofd. Dat is Dorsen. En Bouwknecht met een hele belangrijke bal. 2-possession game. Fino ook op de vloer. Wordt overeind geholpen. Dat loopt dan nog wel los. Zouden ze tegen elkaar geknald zijn of zo? Wellicht hebben we toch in de replay, Martin. We gaan zo naar die laatste score kijken van Maarten Bouwknecht. Een minuutje om een truc te verzinnen bij Aris. Ja, nog 27,2 seconden. 4 punten verschil.
Ja, ik denk het wel. Ja, je kunt buiten beeld, maar ze komen wel bij elkaar in de buurt, hè, Martin, ja. Die twee verdedigers. Dat denk ik ook. Ja, ik denk dat je gelijk hebt. En dan was het, denk ik, het hoofd van Dorsen tegen het gezicht van Vino. Hoe dan ook, ze leven nog. En ik heb al een paar keer gezegd, dit moet Leiden over de streep kunnen trekken. Maar dat was tot nu toe voorbarig. Ja, we dachten bij 14 punten dachten wij ook wel een beetje van, nou, Aris, geen time-out van Van Sliedrecht. Dan gooit een beetje de handdoek in de ring, zei nog. En vervolgens heeft Aris nog kans om te winnen. Wat hebben we, de winnende schot hadden ze nog. Ja, dat hier, het is 4 punten, dus ja, Leiden zal niet opzettelijk een fout maken, schat ik zo. Want zelfs als Leeuwarden 3 punten scoort, sta je nog een puntje voor. Ja, en het is nog 27,2 seconden. En Aris heeft natuurlijk nog geen vlag staan. Dus je zult op zijn minst 2 pace moeten maken om Leiden op de vrije hoorplein te krijgen als de situatie zich voordoet. Ja mensen, we zijn aan het overwerken. Doing overtime hier in de 5 mei al. Daar krijgen we helaas niet voor betaald. Wie weet. Goed inside gepaast. Wel ruimte. Goed doorgepaast. Open schot van Paulson is een airball. En de bal stuiterde denk ik al buiten het veld. Ja. Aris, ik weet niet, vermoeidheid is Martin. Warmte, druk van het publiek. Druk van de halve finale. Maar krijgt de ballen er toch niet meer zo lekker in de laatste minuten. Ze krijgen de schoten wel, maar komen niet meer in de buurt van een score. En Martin zei het al. Aris, als ze Leiden op de lijn willen zetten, moeten 2 pace maken. Ik zal wel even die 8 seconden overwinnen, vrienden. Nou, dat gaat dan net goed hier met Vervos. Ja, goed gedaan. Houdt de bal in de ploeg en een fout daar van Hoeve. Ja, ja, dat is de 4e-10 fout van Aris. Dus zijkant. Ja. En er zijn wel een stuk of 11 seconden van de klok af sinds die laatste time-out. Ja, die was bij 27 seconden. 27 zelfs, dus ja, kun je nagaan. 17 seconden zijn we verder. Ja, zonder resultaat nog. Dus nu hoopt Arendt natuurlijk op een snelle steal. Maar als Leiden de bal binnen het veld kan krijgen in eigen ploeg, zal er waarschijnlijk een fout gemaakt worden. Ja, en dan is de kunst om geen onsportieve te maken. Daar wil Vino een sprongbal. Dat lijkt me wat ambitieus. En dan worden 2 shots voor, ja, wel op zich de goede man zou ik zo zeggen. Bouwknecht, hoewel hij niet heel erg in de wedstrijd zit, maakte natuurlijk wel net die belangrijke scoren. Dat was pas zijn eerste field goal zo net. Ja, wel een vrij worpje al benut. Belangrijke ballen wel. En die eerste is raak. Ja, zag hem even niet. Ja, het is een 2-possession game dus, was het al. En dat blijft het in principe, want dit zal 6 verschil worden. Ja, zeker. Dan kan Leiden enigszins achterover leunen. Je wil natuurlijk niet zomaar een score tegen, maar je wil ook geen fout maken op een 3-punter of geen end-one. Die valt dan ook niet voor Vino en dan is het over. Teleurstelling bij Aris, fantastisch teruggekomen van 14 achter, maar toch, Martin, is het Leiden. Dat ontsnapt en net geen appeltaart wint, haalt de 100 punten bijna. Ja, het is wat je zegt. Leiden dus op 1-0. De thuisploegen winnen in de eerste ronde van de play-offs van de halffinale. We winnen de eerste wedstrijd in de halffinale. Maar het was wel kantje boord voor Leiden. En Aris haalt bijna weer de 100 in een uitwedstrijd. Ja. Maar het is ook voor het eerst dat in de serie waar Aris zit, dat er een thuisploeg een wedstrijd wint. Dat was ook nog niet gebeurd, want wij maar bezoekende ploegen. Ik ga meteen wat handelingen verrichten voor de coaches, Martin. Ik laat de kijkers gewoon even lekker aan jou over om het commentaar af te ronden op je gemakje. En straks ga jij ook richting de interviews. Ja, nou, goed. Vrijdag is dan wedstrijd 2 om 5 uur in Leeuwarden. Het zal nog... Ja, een beetje een bijzondere tijd heeft te maken met het feit dat de hal van het Kalverdijkje 's avonds niet beschikbaar is. Dus daar zal Leiden dan moeten gaan proberen om te winnen. Om 2-0 te komen of Aris voor de 1-1. De topscorer aan Leiden zijde Dion Hammond 21, David Collins 18, Marijn Ververs en Thomas Rutherford 14 en Roland Schachtenaar 10. En bij Aris Caleb Warner 28 punten. Vino 17, Paulson 16, Dorsen 15, Ros 10. Dorsen 15 punten, 10 rebounds in 36 minuten.
Ruddevoort 14-8 in 32 minuten. Daar kan je die van Schaften naar bij optellen natuurlijk. Want dan heb je de volledige centerpositie benut. En Schaftenaar had 10 punten, 3 rebounds. Dus de centerpositie van Leiden, 24 punten, 11 rebounds. Ik zou zeggen, geniet nog even van de beelden, van de samenvattingen en dergelijke. En wij gaan straks de coaches en nog een speler interviewen. Ik sluit hierbij ook af. We'll be right back.
Vincent, welkom in de studio. Het is weer een cacophonie van herrie van Leidse supporters. Die zijn natuurlijk blij dat ze gewonnen hebben. Fijn dat je zo snel na de wedstrijd hier wil zijn. Hoe heb jij deze wedstrijd beleefd, behalve twee hartverzakkingen? Nou, geen mooi basketbal. Ik denk dat het rommelig was, hoop turnovers. Ik denk dat beide ploegen een beetje op zoek waren van wat kunnen we nou tactisch uitmelken, zeg maar, en echt een voordeel creëren. Maar ja, zoals een echte play-off wedstrijd was het vooral het fysieke gevecht wat dan het verschil moet maken. Nou, dat konden we niet altijd winnen. Door wat driepuntscapriolen konden we bijblijven en hadden we nog kans om het te winnen. Maar uiteindelijk zie je dat de diepte van Leiden deze wedstrijd over de streep terecht in overtime. Ja, en wij met wat blessures en sowieso één of twee plekjes lichter qua rotatie. Ja, moest ik wel heel diep leunen op een aantal spelers die wel heel veel minuten moesten maken. En het was gewoon op. Ja, precies. Hey, je staat op een gegeven moment 71-57 achter. En dan denkt ongeveer iedereen in de hal van nou, dat is gespeeld, die wedstrijd. En hoe krijg je je ploeg zover om dan gewoon terug te komen? Is dat de vechtlust die je de hele tijd al toont in de play-offs? Nou, mijn achtergrond is in de psychologie, dus ik zoek altijd mensen uit die knettergek zijn, net als ik. En je zal je verbazen hoeveel we daarvan basketbal spelen. Dus nee, zonder grappen. Ik sta er ook wel eens van te kijken. Maar dat, ja, we hebben met alle respect voor de ploeg om ons heen, maar wij zijn Ares Leeuwarden, we moeten het nog verdienen. We hebben allemaal gasten die omhoog willen vechten en die zichzelf willen bewijzen. En dat blijkt elke keer weer een krachtig middel te zijn. Ja. Ja, dit is de eerste keer dat je een uitwedstrijd verliest in de play-offs. Ja. Die vorige serie was natuurlijk bizar met drie ploegen die uitwedstrijden winnen. Ja. Drie wedstrijden uitgewonnen. Dus ja, hoe ga je nu naar de volgende wedstrijd? Eerst uitrusten. Zoals elke andere wedstrijd. Ik bedoel, ik denk dat het ons zelfvertrouwen geeft dat we de regerend B-Next kampioen tot overtime in hun huis kunnen nemen. Ik durf ook wel te opperen dat ze in die overtime misschien nog wel twee of drie keer balbezit extra cadeau hebben gekregen vanwege wat thuisvoordeel ten opzichte van scheidsrechters. Dus laat ze maar naar Leeuwarden komen nu. Laat ze maar naar Leeuwarden komen. Nogmaals, wij hebben niks te verliezen. Ja, een beetje vroege tijdstip, 5:00. Is dat, hoe voelt dat ook voor je ploeg? Is dat genoeg rust? Nee, maar dat is sowieso bij ons niet. Wij hebben natuurlijk die series tegen Zwolle al in onze benen zitten. Ik voorspel ook dat, ja, hoe fit we zijn in de minuten die we moeten maken. Twee kleine blessures die day-to-day zijn, dus misschien weer terug zijn op vrijdag. Maar dat zou wel helpen. Maar dat we het anders inderdaad moeilijk gaan krijgen, puur op de diepte van onze ploeg. Maar ja, nogmaals, elke wedstrijd behandelen was onze laatste, dus we gaan gewoon zo diep als nodig. Ja, nou ja, dan zien we je in ieder geval zondagmiddag hier weer in de studio, nadat je in de hal gecoacht hebt. Ik wens je succes vrijdag en tot de volgende keer. Ja, iedereen hier weer bedankt. Leuke avond, super gedaan. Alle vrijwilligers waren weer top. Lekker bezig, mensen. Dankjewel. Tot ziens. Doei.
Doug, welcome. Congratulations on the hard-fought victory. How many years you got older in this day, in this game? Yeah, I mean, first of all, I got to say congratulations to my team. It's that first game after a break like what we had is not always the easiest. You know, for me, it's about the excitement. What I have is more about what we don't do. And I think we did enough things tonight what we shouldn't do to learn from. But credit to Leeuwarden. They came here with a lot of confidence after beating Zwolle. They played with confidence. They played hard, as we knew they would. And I'm fortunate to say that we finally stepped it up after a very, very slow start, and we're able to get the victory. In playoffs, it don't matter if it's 1 point, overtime, or triple overtime, as long as you get the win. Yeah. You were up in the third quarter with 71-57. And what happened after that? Did the team already think, yeah, we are well, are I don't there? Think that, the way it is sometimes, I made a few changes, and they didn't pan out. We didn't have the intensity. We gave up some wide open threes on, good play from them, mental mistakes from us on some of them. But that's part of the game, and we got to learn from it and stay focused and be ready to go from the beginning next time, and not give a team like that has so much firepower like Leeuwarden a 10, 15, or 12-point lead and have to come back and then take the lead and give them the chance to come back again. Yeah? We got to put them away if we have the opportunity, but it's playoff, so I'm just happy with the victory right now. Yeah, the last offense from Leeuwarden with, 12 seconds or something like that. We were wondering what you would do as coach, what we asked last time. Are you going to make a foul or not? And then you said, we're not going to give free throws. We're not going to make a foul. Was that the same situation? Just play the I hard had defense? No intention of fouling. Yeah, that's what I had no intention of fouling. I thought we could play defense. I thought we learned from the Antwerp game. I think our defense was definitely more aggressive. They did not get a great look, and that's all you can do. And, you know, if it goes in, you can always second guess. But I think we made the right decision this time. And what I do next time, we'll have to wait and see. Yeah, well, the next game is already Friday at 5 in the afternoon. So that's a bit strange time to play. But yeah, but I think you know, we played 10 guys again. David played quite a few minutes, but I didn't really want to. But then we got some foul trouble. Dion had a little problem. So, but we're a deep team. I think we can handle the stress. And I mean, they got now 4 games in their legs in a short amount of time. They'll have, of course, the advantage of a home court. But we got to just stay focused and do our job, and hopefully try to get a win in Leeuwarden. Well, wish you good luck in Leeuwarden. Take a little bit of rest with everybody. And then see you Sunday here for it's Wimpy. Playoffs. There's no more rest. No more rest. Okay, thank you. Marijn, welkom in de studio. 1-0 victory na verlenging. Maar dat was toch helemaal niet nodig geweest? Wat bedoel je? De overwinning of dat het spannend was? Dat het spannend werd. Je staat 71-57 voor tegen het eind van het derde kwart. En in no time is het weer een spannende wedstrijd. Dan heb je nog zelfs het laatste schot tegen. Hoe kan dat allemaal? Ja, gaat het even op slot te gooien. Ik kan me herinneren dat ik inderdaad... Eind derde kwart naar de stand keek en dacht ik van 14 voor. Als we dit weten te houden om het vierde kwart in te gaan, dan heb je een mooie voorsprong. En dan gaat op een gegeven moment bij hun ook misschien de stress erin schieten. Maar toen, denk ik, de laatste 1,5 minuut, 2 minuten in het derde kwart, gaven we denk ik 10-0 run meteen weer weg. Waardoor we vierde kwart echt weer met 5 punten maar voor stonden. Dus ik denk dat die fase heel belangrijk was en eigenlijk een beetje zonde om...
Ja, we maakten het onszelf toen spannend. En ook zij maakte schoten op dat moment natuurlijk. Ja, we stonden goed te spelen aanvallend. Je kreeg de ballen. Ik zag zelfs behind the back pass naar jou. Dat heb ik Luc nog nooit zien doen. Hè? Nee, dat verwachten we ook niet van Luc. Zulke technische staaltjes natuurlijk. Maar goed, uiteindelijk staat het 83-85. En jij neemt eerst schiet die laatste bal erin. Was dat de bedoeling dat jij moest gaan schieten? Was het afgesproken? Nee. Of dacht je van ik sta vrij, ik schiet hem gewoon in? Nee. De aanvallen daarvoor liepen niet echt. Dus ik probeerde mijn verantwoordelijkheid te nemen. En ik was blij dat hij erin ging. En mijn gedachte was nog wel van als hij misgaat, kunnen we nog een fout maken. Want ik denk dat er nog 10, 12 seconden of zo op de klok waren. Ja. Maar hij ging er gelukkig in. En ik was ook blij dat zij daarna David verdedigde Fernand heel goed, waardoor hij miste. Anders hadden we misschien waarschijnlijk alsnog verloren als hij hierin was gegaan. Ja, dat werd goed verdedigd. Ik vroeg aan Dak de vorige wedstrijd tegen Antwerpen al, moet je kiezen voor een fout maken om ze op de lijn te zetten en dan zelf met een time-out naar de andere kant of het laatste schot te krijgen met nog 10 seconden of zo. En toen zei hij, we geven geen vrije punten weg. En dat was hier dus nu ook niet de bedoeling, er werd gewoon goed verdedigd. Ik denk dat je altijd van je eigen kracht uit moet gaan in zulke situaties. En, ja. Als je al expres een fout gaat maken, dan... Ja, ik weet niet. Ik ben daar geen fan van. Nee. Hey, verlenging was eigenlijk... ging redelijk snel. Ze kwamen nog één keer terug tot 4 punten, geloof ik. Maar goed, wat neem jij mee van deze wedstrijd? Dat we iets beter moeten verdedigen. Ze hebben tegen Zwolle 2 keer al 100 punten gescoord. Vandaag overtijd, maar weer 93 punten. Ik denk dat daar de... Dat we daarop moeten focussen de komende wedstrijden. En, ze maken veel moeilijke schoten, maar dat is ook hun speelstijl. Dus ze moeten toch iets extra's brengen nog in de verdediging, zodat we hun minder punten laten scoren. Ja, waren jullie een beetje roestig bij het begin van de wedstrijd? Want ze kwamen meteen echt 5 of 7 punten voor te staan al. Ja, ik denk, het klinkt mooi dat je 10 dagen vrij hebt. Dat je je kan voorbereiden op een eventuele tegenstander. Maar ik speel liever dan een wedstrijd of dat je misschien ook nog een serie hebt. Alhoewel je dan natuurlijk uitgeschakeld kan worden. Dus ergens is het de voordeel dat je sowieso door bent naar de volgende ronde. Maar je mist wat wedstrijdritme. Dat kon je denk ik wel zien de eerste 5, 6, 7 minuten. Was het allemaal een beetje roestig. Ook al hebben we hard getraind. Het is altijd als je dan een wedstrijd is altijd wat anders. Ja. Maar gelukkig kwamen we daarboven weer. Dus dat was goed. Ja, 1-0 voor, op naar Leeuwarden. 5 uur vrijdagmiddag, dat is al vrij snel. Is het misschien een beetje voordeel voor Leiden, omdat die wat dieper zijn? Ik denk zeker dat wij een dieper team hebben. We zijn niet voor niets eerste geëindigd. Dus ik denk dat dat een voordeel is natuurlijk in de serie. Maar ja, ze zijn echt een goed team en ze hebben ook niet voor niets tegen Zwolle gewonnen. Dus dat gaan denk ik allemaal moeilijke wedstrijden worden. Dus we moeten er gewoon weer staan komende vrijdag. Maar ja, Zwolle heeft ook niet echt verdedigd, hè? Zwolle verdedigt ook voor geen meter. Succes vrijdag en dan zien we je zondag weer in de eigen hal schitteren. Hopelijk kunnen we het dan afmaken. Dat zou mooi zijn. Oké, dankjewel. Alsjeblieft.